Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Zo, goedemorgen iedereen, ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Remkes. Meneer Remkes, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van coöperaties. En we kijken daarbij ook naar incidenten. En wij willen weten wat er allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren. En ook wie de verantwoordelijken zijn. En vandaag, meneer Remkes, concentreren wij ons op de regering. Wij hebben gezien dat parlement en regering beide onafhankelijk van elkaar verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van dat coöperatiestelsel. En dat gaat natuurlijk over wet en regelgeving waarmee zij rechtstreeks invloed hebben op de werking van dat stelsel. En nadat we het parlement de revue hebben laten passeren, is ook de regering aan de beurt. En in dat kader, meneer Remkes, bent u zelf opgeroepen als getuige vandaag voor dit verhoor. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U koos voor de belofte dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even zou willen gaan staan. En me even nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Remkes. Neemt u plaats. Microfoon kan aan blijven staan. Er zijn meerdere leden van de commissie die willen u graag wat vragen stellen over uw tijd als bewindspersoon. En daarom geef ik nu eerst het woord aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, meneer Remkes. U was 4 jaar staatssecretaris van Vroom van 1998 tot 2002. Dat was tijdens het tweede Paarse kabinet. En u komt tijdens uw bewindsperiode tot de conclusie dat de afstand tussen de overheid en de woningcorporaties te groot is en dat de woonconsument te weinig aan bod komt. In uw nota Mensen wensen wonen legt u daar de nadruk op een strakke sturing op de prestaties van de woningcorporaties vanuit de gemeentelijke en de rijksoverheid. Ook weer in het belang van de woonconsument. U wil dit vastleggen in een woonwet, maar het lukt u niet om dat binnen uw bewindsperiode tot een wetsvoorstel te brengen dat door de Tweede Kamer komt. Ik zou willen beginnen met het sturingsmodel. U startte al vrij snel na uw aantreden een stelseldiscussie. We hebben dan over 1998. En de verzelfstandiging van de sector en de beutering die is dan al 3 jaar daarvoor afgerond. Mijn eerste vraag is, wat was voor u de aanleiding om die stelseldiscussie te starten? A, was die nog nooit in zijn volle omvang gevoerd. Het beeld wat ik had was dat de brutering weliswaar was afgerond, maar dat er bij de gelegenheid van de brutering de vraag van waartoe zijn corporaties eigenlijk op deze aarde? En wat is het publieke belang wat geborgd moet worden, dat die discussie onvoldoende
was gevoerd. En er was wat mij betreft dus alle aanleiding om die discussie wel te voeren. Ja. Als u nu antwoord moet geven, wat is het publieke belang van de woningcorporaties en waartoe zijn ze op aarde? Kunt u daar antwoord op geven? Het publieke belang van woningcorporaties is om mensen die daartoe niet zelfstandig in staat zijn, om die van kwalitatief fatsoenlijke huisvesting te voorzien. Dat is het publieke belang? Dat is de kern van het publieke belang, ja. En betekent dat alleen woningen bouwen? Dat betekent niet alleen woningen bouwen, dat betekent ook daar waar de herstructurering plaats moet vinden. De herstructurering ter hand nemen, zeker in die gebieden waar corporaties een dominante bezitspositie hebben. Dat betekent ook de woonomgeving gekoppeld aan dat corporatiebezit kwalitatief verbeteren. En dat had wat mij betreft ook de levering, en dat is ook overigens wel aan de orde geweest in een aantal opzichten, het leveren van een aantal woondiensten kunnen zijn. Mm-hmm. Daar ligt de kern van het corporatiebestel. Ja. Kunt u dan ook, zeg maar, dus de taak is wat breder dan alleen woningen bouwen. Kunt u ook iets zeggen waar de grenzen liggen, wat u betreft? Ja, die grenzen die worden bepaald door datgene wat je aan risico wilt lopen en wat je vooral ook niet aan risico's wilt lopen. Ik heb u in feite de afbakening net ook al aangegeven, waar ik zei van er dient sprake te zijn van een substantieel bezit van corporaties, en daar moet de taak en de activiteiten van de corporatie moet daaraan gerelateerd zijn. Ja. En als het gaat om het definiëren van het publieke belang, is dat een taak voor de overheid om dat publieke belang te definiëren? Dat is wat mij betreft bij uitstek een taak van de overheid. Ja. Dus want daartoe is de overheid op aarde. Ja, en dat houdt dus dan in dat de overheid dan ook de corporaties zelfs met een bepaalde opdracht het veld instuurt. Zo is het, want je praat over maatschappelijk gebonden vermogen. Mm-hmm. En het is de verantwoordelijkheid van de overheid, niet aan detail, maar qua richting, om te borgen dat dat maatschappelijk gebonden vermogen ook op een adequate wijze wordt ingezet. Ja. Daar zit wel, daar hoef je al wel iets van een sturingsgedachte in, althans een richting geven. We hebben hier eerder gehoord van CDA-Kamerlid Bas-Jan van Bochhoven, dat in feite in uw bewindsperiode de sprake was van een soort impliciete uitruil tussen de Partij van de Arbeid en de VVD in dat tweede paars kabinet. In de zin dat de Partij van de Arbeid die hechtte aan meer sturing, terwijl u heel belangrijk vond dat de sector kleiner werd en veel sociale huurwoningen zouden worden verkocht. Klopt dat? Nou, het is een opmerkzame blik van een CDA-Kamerlid geweest die er niet bij zat. Maar dat was zijn waarneming. Ik weet niet of die waarneming in die simpelheid klopt. Maar er werden natuurlijk, net als in iedere andere coalitie, werden er compromissen gesloten. En het was zeker niet zo dat vanuit de Partij van de Arbeid de omvang van het corporatiebezit, bij wijze van spreken, als een ijzeren wet gold. Dat is in ieder geval mijn waarneming niet geweest, want het toenmalige Kamerlid Duivenstein had in de richting van corporaties ook wel de nodige kritische opvattingen. Dus zo zwart-wit lag dat niet. Wat wel zo is, ik heb altijd gevonden en vind nog steeds dat de omvang van het bestand aan sociale huurwoningen in dit land, zeker als je kijkt naar een aantal grote steden, gewoon te groot is. Maar het klinkt toch logisch wat hij zegt, hè? Van de VVD wil meer verkoop sociale huurwoningen. De Partij van de Arbeid wil wat meer de teugels aantrekken. Nou, daar konden jullie elkaar in vinden. Maar ook in mijn beleving was het dus nodig
dat er wat strakker op de huid van de corporaties werd gezeten. Ja. Ja. En terwijl meneer Duivenstein, die vond dat helemaal niet zo, die was voor hem niet in beton gegoten dat de sociale sector zo groot zou moeten blijven. Nee, volgens mij was dat niet zo. En ik herinner mij ook, ook buitengewoon plezierige discussies met de toenmalige Kamerlid Duivenstein. Er was één groot politiek conflict, wat ik mij ook nog herinner. Dat ging over het huurbeleid. Ja. Want dat moest wat mij betreft, moest dat met iets meer armslag kunnen vorm worden gegeven. En daar zat de heer Duivenstein strakker in. Dus er waren wel verschillen van opvatting. Maar die gingen niet over de ordening van de sector. Nee, over de ordening hebben wij altijd redelijk zakelijk met elkaar kunnen praten. Helder. En we zien ook in uw periode dat de woningbouwproductie heel scherp daalt. En dat is des te opmerkelijker, omdat in die tijd de economie heel goed gaat. De inkomen snel stijgen, het aantal huishoudens neemt toe. En je ziet dus een geweldige explosie van de huizenprijzen. En is het des te opvallender dat de woningproductie daalt. Speelde dat nog een rol in die stelseldiscussie? Want we zien dat de woningproductie van woningcorporaties daalt van 30.000 midden jaren 90 tot 11.000. Ja, en dat is volgens mij nog steeds niet helder waar dat precies toen in heeft gezeten. Wat ik wel weet, dat is dat het op een gegeven ogenblik natuurlijk een groot discussiepunt werd van wat gaan we eraan doen. En daar speelt op de achtergrond de vraag van wat dienen corporaties te presteren, speelt daar natuurlijk wel een rol bij. En ik herinner mijzelf ook dat ik heb in die periode twee verstedelijkingsrondes gehad, dus rondes door het land, waarbij met name ook gepraat werd met provinciale besturen, met gemeentebesturen. En in een bepaalde setting zaten de corporaties daar ook bij om te praten over de vraag hoe gaan wij dit de komende jaren doen. Hoeveel woningen moeten er gebouwd worden? Dat was natuurlijk sterk regionaal afhankelijk. Wat is de verkoopopdracht waar corporaties mee het veld ingestuurd worden? Hoe gaan wij het particuliere opdrachtgeverschap handen en voeten geven? Dat type onderwerpen zijn toen bij die verstedelijkingsgesprekken aan de orde geweest. En daar was de ontwikkeling in het productievolume was natuurlijk relevante achtergrondmuziek. Ja, want woningcorporaties voor juist in die periode worden ze natuurlijk wel slapend eik. Als je weinig bouwt, heb je geen onrendabele toppen. En als je schaarste op de woningmarkt hebt, nou, dan neemt de waarde van het bezit toe. Dus je geeft niks uit, terwijl de waarde van het bezit enorm stijgt. Ja, slapend rijk, dat vraagt ook om enige nuance. Dat hing er helemaal van af waar in het land je zat. Er waren corporaties die qua solvabiliteit er erg goed voor stonden. Maar er waren ook corporaties waarbij dat aanzienlijk minder was. Met name in sterk verstedelijkte gebieden zag je dat de solvabiliteitspositie van corporaties over het algemeen wat lager was. En wat daar ook een rol bij speelde, want dat beeld, het geld klotste tegen de plinten op. Ja, dat geld van corporaties zit natuurlijk met name in het vastgoed. En wat er toen aan de orde was in die discussie, die is van de laatste jaren, of je niet tot een andere waarderingsmethode van het corporatiebezit zou moeten komen. Want het werd vaak tegen historische kostprijs gewaardeerd. Terwijl de markt, u wijst daarop, terwijl de marktontwikkeling natuurlijk een hele andere was. Ja. En dat bezit inmiddels vrij stevig in waarde was gestegen. Neem me dan even afrondend op dit punt. Was de achterblijvende productie van de woningcorporaties ook een reden om te denken van nee, er moet toch wat meer sturing op komen vanuit de overheid? Het was veel meer een vraag van hoe kunnen we dat via die verstedelijkingsgesprekken aanjagen. En we hebben daar, waar het ging om die productie, is er toen ook nog, herinner ik mij, hebben wij de heer Brinkman gevraagd om een club voor te zitten, om eens even na te gaan, in analytische zin, welke maatregelen de overheid zou moeten nemen, samen met andere betrokken partijen, om daar iets aan te doen. Ja, dat leidt want tot je dus zat, ook een deel van de oorzaak zat hem niet alleen, was toen de waarneming
En ik denk ook dat dat terugblikkend nog steeds wel de waarneming kan zijn in een aantal ingewikkelde procedures. Ja, dat leidt dan tot die zogenoemde aanjaagteams ja. in die tijd. Ja. Goed, dan het beginsel van zelfsturing, zelfregulering. Daar is, dat was natuurlijk een basisgedachte bij die verzelfstandiging en de beutering. Ja, hoe dacht u daarover? Zelfsturing, zelfregulering. In welke sector dan ook. Dat was niet het geval en dat is niet het geval. Groot gelovige geweest in uitsluitend zelfregulering. Ik heb ook begrepen, want ik heb de afgelopen weken natuurlijk wel wat gevolgd, dat hier ook nog eens een keer is gememoreerd dat Edes in die jaren het model voorstond, en dat was ook zo, dat herinner ik mij ook wel, van laat de sector het zelf regelen en laat de overheid datgene wat afgesproken wordt door de sector algemeen verbindend verklaren. Dat klinkt op papier, klinkt dat heel leuk, maar daar zit één partij niet bij. En dat is het algemeen belang. En daarom kan dat model, wat mij betreft, niet werken. Ja. En dat zag je natuurlijk ook, want een aantal corporaties waren ook geen lid van Edes. En een aantal interne afspraken in corporatieland, die werden ook niet door iedereen nageleefd. En zeg maar het benoemen van het algemeen belang, het richting geven, dat is dan voor u vervolgens aanleiding om toch meer als overheid sturend te gaan optreden? Ja, de overheid heeft in dit debat gewoon een eigen verantwoordelijkheid. En die moet die verantwoordelijkheid ook waar willen maken. U kreeg daar heel veel kritiek op, hè? Dat u als Rijksoverheid weer meer wilde gaan sturen. Begreep u die kritiek? Ik snapte het natuurlijk wel, want een belangrijke basis onder de bruteringsoperatie was verzelfstandiging. Gekoppeld aan een aantal financiële doelstellingen. En dan komt er in één keer een staatssecretaris die zegt, ja, maar ik vind er ook wat van. En ik heb die en die opvattingen en dat gaan wij in wetgeving vastleggen. En ik heb u net gezegd, van in mijn wijze van zien en in mijn beleving is die discussie over het publieke belang bij de brutering zelf onvoldoende gevoerd. En die moest dus alsnog gevoerd worden. En dat heeft een aantal hele boeiende bijeenkomsten met corporaties met zich meegebracht. Ik vond die discussie overigens helemaal niet vervelend. En zelf ook buitengewoon boeiend. Want dat weet je ook, dat je als staatssecretaris mede daartoe op aarde bent. Ja, want ook uit de Kamer komt die kritiek. Hè? De woordvoerder van het CDA, die Biesheuvel, die noemt u een regelneef. Nou, dat is nogal wat om als liberaal uitgemaakt te worden voor een regelneef. Maar we zijn niet van suiker. We zijn niet van suiker. Maar wat vond u daar inhoudelijk van? Ik herkende dat politiek wel. Het CDA was natuurlijk een belangrijk voorstander van de kracht van het maatschappelijk middenveld. Waartoe de semi-publieke sector en dus ook corporaties behoren. En die willen in principe zo weinig mogelijk bemoeienis van de zijde van de overheid. Dus politiek kon ik dat goed duiden. Alleen ik had daar een andere opvatting over. En uw opvatting is dat u gewoon als minister, of als staatssecretaris in dit geval, verantwoordelijkheid draagt voor het stelsel en ook voor hoe het stelsel presteert? Ja, dat is mijn opvatting en dat was mijn opvatting. En nogmaals, omdat je praat over vermogen, wat de samenleving als geheel, overheid en huurders, hebben opgebracht. Dan is nog wel de vraag van hoe je die prestaties vervolgens gaat meten. In artikel 33 van het BBSH, Besluitbeheer Sociale Huurwoningen, daar staat dat de minister zich jaarlijks voor 1 december een oordeel moet vormen over de werkzaamheden van de toegelaten instellingen in het aan die datum voorafgaande verslagjaar.
Hoe gaf u invulling aan die verantwoordelijkheid? Nou, er werden jaarlijks werden er toezichtsbrieven in de richting van de corporaties gestuurd. Dat is één. Maar twee, want ik heb het rapport van de Rekenkamer natuurlijk ook met veel belangstelling gelezen. En de Rekenkamer gaat voorbij aan één ding. En dat is dat er heel sterk gefocust werd op de lokale prestaties en op het fenomeen gedecentraliseerd, prestatiegericht presteren. En dat betekende dat de prestatiecontracten moesten komen en soms in een aantal gevallen ook waren. En dat je oordeel als Rijksoverheid heel sterk baseerde op de vraag van gaat het op de lokale werkvloer met de corporaties naar genoegen met die prestaties. Een tweede punt wat natuurlijk opkwam in de jaren waartoe dat rekenkamerrapport zich uitstrekte, dat is het vierjaarlijkse instrument van de visitatie. Dus ik herkende en herken datgene wat de Rekenkamer schrijft wel in zekere mate, maar tegelijkertijd is het onderzoek niet helemaal volledig, omdat het aan dat soort noties voorbij gaat. Maar zegt u dan dat, het wordt ook veel lokaal gekeken, maar zegt u dan dat u als staatssecretaris niet verantwoordelijk bent voor de prestaties van individuele corporaties? Als een corporatie beneden de maat presteert, dan vind ik dat de staatssecretaris de corporatie daarop aan kan spreken. Dus wel. En dat was dus ook precies de reden waarom die verstedelijkingsgesprekken werden gevoerd. Want daar zaten de corporaties op een gegeven ogenblik bij aan tafel. Helder. De nota mensen wensen wonen. Nou, dat was dus een accentverschuiving ten opzichte van de budgettering en de verzelfstandiging in de richting van meer sturing. Wat vond Edes van die plannen van u? Ook dat was redelijk voorspelbaar. Die waren daar natuurlijk niet in die mate enthousiast over. En dat vond ik op zichzelf ook niet echt verrassend. Omdat ook vanuit het concept wat men had, daar spraken we zojuist over, zelfsturing en zelfregulering, men niet veel moest hebben van een staatssecretaris die zich er ook weer mee ging bemoeien. Zag u Edes als een onderhandelingspartner? Als een goede kritische gesprekspartner. En kijk, dat is nu zo en dat was toen ook zo. Als je het met de sector eens zou kunnen worden, dan was dat mooi meegenomen. Maar dat is nooit de allerhoogste doelstelling, want dat betekent dat de polder in het eindeloze doorpoldert en dat je niet meer kijkt naar de vraag, wat wil je eigenlijk met elkaar bereiken? En als je dan hebt bijvoorbeeld over de vormgeving van het toezicht, zag u dan Edes als een onderhandelingspartner of zegt u dat is? Daar geldt precies hetzelfde voor. Want ook het toezicht, je moet natuurlijk uitkijken dat daar de kalkoen niet al te grote invloed op het kerstdiner heeft. Ja, dus daar is uiteindelijk wat de overheid, het algemeen belang, is daar dominant. Ja, wat mij betreft wel. En dan is Edes een gesprekspartner, maar geen onderhandelingspartner. Zeg ik het zo goed? Ja. U vervolgt, meneer Groot. Dan gaan we, dat is een naadloze aansluiting naar het toezichtarrangement. U wilt het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting wilt u splitsen in een centraal toezichtsorgaan en een Centraal Fonds sectorbeheer dat de sanering van noodlijdende corporaties gaat doen. Waarom koos u voor zo'n opzet? Omdat dat toen in mijn beleving het meest effectief was.
Maar ik zeg er wel bij, want ik heb op dat punt, zijn er natuurlijk vele discussies geweest. En had ook wel de overtuiging dat er niet een heel, dat er niet één waarheid was. Dat je bij wijze van spreken ook, en dat zie je in de discussies die later zijn gevoerd, zie je dat ook terug. Je kunt dat ook op een andere manier wel vormgeven. Je kunt dat op het departement doen. Ik geloof dat de minister daar nu voor kiest. Je kunt dat doen via een zelfstandig orgaan. Je zit inderdaad met de sanerings- en de projectsteunvraag. En daar zitten bepaalde conflicterende elementen in. En dat geldt ook voor de combinatie van beleid en toezicht. En dat hangt er ook vanaf hoe je dat bij wijze van spreken nu vormgeeft. Als je op het departement, zoals de minister nu doet, als je er niet voor zorgt dat beleid en toezicht goed van elkaar gescheiden zijn, ja, dan maak je volgens mij een fout. Als je daar op het departement wel voor zorgt, dan kan het op zichzelf goed functioneren, maar de verleiding om beleid en toezicht in elkaar over te laten lopen, die is dan wel groot. Want je, vaak wordt daar dan het model van een Chinese muur amperlijk tegen aangezet. Nou, dat vraagt om sterke ruggen. Laat ik het zomaar formuleren. Ik hoor toch enige twijfel in uw stem, of dit wel een goede weg is. Twijfel, het kan wel, maar bouw wel fatsoenlijke waarborgen in. Ik bedoel, daar ligt de kern van de discussie. En als het gaat om toezicht, ligt bij mij de vraag van de institutionele vormgeving nog niet eens in de eerste plaats op tafel. Als ik, en dat is wat mij betreft ook even wat breder dan uitsluitend de corporatiesector, wij in ons land, de poldercultuur zit in onze genen. En het is voor mij altijd maar de vraag geweest of die poldercultuur zich wel verdraagt met scherp toezicht. En wat je ook in een aantal actuele discussies, wat dan nog weer eens goed op het netvlies komt, voor toezicht houden is onafhankelijkheid een hele essentiële en belangrijke voorwaarde. Dat geldt voor de externe toezichthouders, maar dat geldt ook voor de interne toezichthouders. En wat, ik geloof dat daar de afgelopen jaren wel wat veranderingen in gekomen is, vanuit bijvoorbeeld het Centraal Fonds, was het wel heel sterk gericht op wat ik wel eens genoemd heb afvinktoezicht. Ik zal daar een actueel voorbeeld van geven. Als het kort kan, want ik heb nog een heleboel vervolgvragen. Ik zal u een voorbeeld geven dat ik kwam dat toevallig tegen. Dat het Centraal Fonds nu bezig is om bij de corporaties uit te vragen van hoeveel uur de leden van de interne raden van toezicht aan toezicht besteden. Nou, als je dat doet vanuit de aanname dat dat iets zegt over de kwaliteit van het interne toezicht, dan maak je een geweldige fout. En ik beschouw dat weer als een voorbeeld van wat je kunt noemen afvinktoezicht. Je zult er scherper op moeten gaan zitten. Je zult in de corporatie zelf moeten duiken. Je zult na moeten gaan hoe het risicomanagement in een corporatie handen en voeten is gegeven. Je zult, als het gaat om een raad van toezicht, zul je moeten kijken wat is de zittingsduur van die raad van toezicht. Hoe verloopt de benoemingsprocedure. Dat zijn elementen waar je naar moet kijken. Ja, dat is een voorbeeld van afvinktoezicht. Even om dit afrondend op dit punt, ik hoor toch zeggen van het feit dat we een poldercultuur in Nederland hebben, wat we inderdaad hebben, dat is eigenlijk extra argument om het toezicht echt onafhankelijk te beleggen. Zo is het. Op 30 november 1998 stuurt u een wijziging van de woningwet naar de Kamer. En daarin krijgt het Centraal Fonds meer taken. Het Centraal Fonds kan beëden naar de sector, krijgt meer mogelijkheden om de sector te onderzoeken. Er gaan ook sectorbeelden ontwikkeld worden. Ja, mijn vraag is,
Het is natuurlijk mooi dat er meer taken komen, maar had het Sint-Alfons ook, kreeg het ook meer bevoegdheden om gegevens op te vragen bij de woningcorporaties? De sanctiebevoegdheid zat niet bij het Centraal Fonds. Dat was voorbehouden aan de staatssecretaris, streep de minister. Daar is ook wel enige aanleiding voor. En dat is precies de discussie die je natuurlijk op gezette tijden nog steeds terugziet. Van hoe wenselijk is ZBO-vorming in de relatie naar de discussie over de ministeriële verantwoordelijkheid? En dat zijn ook schommelingen in opvatting. Er zijn rijkstoezichtskaders over het externe toezicht geweest. Er zijn opvattingen geweest over vermindering van het aantal ZBO's. En dat raakt dus aan deze discussie. Ja. Ook Vrom is natuurlijk gebonden aan datgene wat er aan algemene notie vanuit het Rijk op tafel ligt, waar het gaat om het geven van handen en voeten aan het toezicht op de corporatiesector. Heeft het Sint-Alfons in die tijd om meer bevoegdheden gevraagd? Dat herinner ik mij in ieder geval niet. Maar het kan zijn dat mij iets is ontgaan, maar ik herinner mij geen concreet verzoek van het Centraal Fonds om extra bevoegdheden. De accountantsdienst die concludeert, maar dat is al na uw vertrek als staatssecretaris, dat die verbreding van taken die bij het Centraal Fonds is neergelegd, ja, dat die toch wat te algemeen waren geformuleerd en dat daardoor de ministeriële verantwoordelijkheid voor het financiële toezicht niet goed is ingevuld. Heeft u naar die wetswijziging, dus toen u er nog wel zat, heeft u hierover signalen gekregen van het Centraal Fonds? Van ja, we moeten wel meer dingen doen, maar het is allemaal zo vaag. Wat moeten we precies doen? Dat zou ik u niet kunnen zeggen. Ik heb natuurlijk na die tijd daar wel een beeld van gekregen. En dat is hier de afgelopen weken ook wel aan de orde geweest, waar een lacune zat. En dat had iets te maken met wat je kunt noemen eilandcultuur. Dat er tussen Centraal Fonds en het WSW, onvoldoende sluitende afspraken zijn gemaakt. Het Centraal Fonds, wat zich zeker in de jaren 2004-2005, en wat zich vrij uitsluitend richtte op solvabiliteit en op continuïteit, in de veronderstelling dat het Waarborgfonds zich indringend met de liquiditeitsvraag bemoeide. En wat ik achteraf redenerend terugconcludeer, dat daar veel betere afspraken gemaakt hadden moeten worden. En die zijn dus niet gemaakt, zeker niet toen in 2007, als ik mij dat goed herinner, de spelregels van het WSW veranderd zijn en WSW over is gegaan van projectfinanciering naar bedrijfsfinanciering, wat natuurlijk een veel ruimere vrijheid, financiële vrijheid gaf. Maar even terug naar uw bewindsperiode. Er is bij uw weten niet geklaagd door het CV dat ze met te vage opdracht het veld in werden gestuurd. Dat is mij in ieder geval niet bijgebleven. En dat met het ontbrak aan bevoegdheden om informatie bij individuele corporaties op te vragen, dat ze dwangsommen konden opleggen als dat niet gebeurde. Staat mij uit die jaren niet op mijn netvlies. Andere vraag dan. In mei 2000 wordt u op de hoogte gesteld van de slechte financiële situatie bij de corporatie Woonzorg Nederland. Dat was tot de eeuwwisseling de grootste corporatie van Nederland. En het Centraal Fonds meldt u in november 2001 dat behalve woonzorg ook de corporatie Atrium in Huizen in de problemen is gekomen door bankiersactiviteiten en beleggingsactiviteiten. Welke maatregelen hebt u toen genomen?
wat ik mij daarvan herinner is dat ik in ieder geval met Woonzorg Nederland zijn er gesprekken gevoerd hoe dat probleem opgelost zou kunnen worden. En die gesprekken die zijn natuurlijk voor een deel ambtelijk gevoerd, maar er zijn ook een paar gesprekken, dacht ik, geweest waar ik zelf bij gezeten heb. Wist u van het bestaan in die tijd van de circulaire MG9431? Daar zal ik ongetwijfeld van geweten hebben. Maar in die circulaire, dat is een verbod op open posities innemen bij derivaten. En het is ook een verbod op bankiersactiviteiten. Het was toch gewoon een kwestie van handhaven van de bestaande regelgeving? Waar vrij strikt onderscheid tussen gemaakt moet worden, dat is dat een corporatie, en dat vind ik ook nu nog steeds verstandig, kijkt naar renterisico's en naar financieringsrisico's en soms onder bepaalde omstandigheden naar rentefixerende maatregelen. Dat kan verstandig zijn, maar dat is iets heel anders dan een corporatie vol met derivaten stoppen. En dat is kennelijk later gebeurd bij sommige corporaties en ook niet, want daarover moeten ook geen verkeerde beelden bestaan. Het zijn natuurlijk niet allemaal vestia's in deze wereld, in tegendeel. Maar het had toch met de bestaande regelgeving in de hand dit soort corporaties gewoon hard aangepakt kunnen worden? Een corporatie die belegd had wat mij betreft aangepakt moeten worden, ja. Maar waarom is dat dan toch met de zomer de softe handschoenen aangepakt? Nee, maar ik zeg even, u moet onderscheid maken tussen verstandig financieel beleid en beleggen. En mij staat absoluut niet op het netvlies dat er toen door corporaties onverstandige beleggingsactiviteiten werden ontplooid. Bij Woonzorg Nederland was dat natuurlijk het geval. Ik weet niet of dat wel in die zin het geval geweest is. Daar is 73 miljoen gulden toen verloren met opties en dergelijke. Nou, ik bedoel, daar is de corporatie ook ongetwijfeld op aangesproken. Op aangesproken, maar dat is wat anders toch als gewoon de wet overtreden wordt. Dan verwacht je toch een als hier de wet overtreden is, ik kan niet helemaal beoordelen in hoeverre dat letterlijk in strijd was met de inhoud van de circulaire. Maar als dat het geval, dat zegt u, dat zou ik zelf ook nog wel even willen beoordelen. Dan had, als die strijdigheid er was, dan had de corporatie daarop moeten worden aangesproken. Als dat niet gebeurd is. Goed. Meneer Groot, meneer Oskam heeft een aanvullende vraag. Ja, meneer Remkes, u zei zojuist de beoordeling van prestaties geschiet vooral decentraal. Vorige week hadden wij hier meneer Van der Giezen van het ministerie en die noemde dat het piepsysteem. En wat wij weten uit de verhoren en ook uit ander onderzoek is dat de gemeente natuurlijk met name de relaties met de corporaties goed wilde houden. En dat er weinig van het piepsysteem gebruik werd gemaakt, geloof ik één keer. En mijn vraag nu is eigenlijk, welke risico's brengt dat nou met zich mee? Want krijg je dan als ministerie voldoende inzicht in wat er echt gebeurt bij die corporaties? Als het uitsluitend het piepsysteem van gemeenten zou zijn, dan krijg je dat niet. Maar ik neem aan dat de heer Van der Giezen dat ook niet op die manier bedoelde. Men werd geacht nevenactiviteiten op het departement te melden. Ja. En dat is ook nog een discussie die ook nog wel enige actualiteitswaarde heeft, denk ik. Gemeenten hebben natuurlijk soms ook bepaalde belangen bij bepaalde projecten. En gemeenten, want het toezicht was bij de gemeenten weg. Die vinden sommige projecten erg mooi en staan daar niet in de eerste plaats vanuit het corporatiebestel
naar te kijken, maar kijken daar in de eerste plaats projectmatig naar. En dan kun je ook niet helemaal een onafhankelijk oordeel van een gemeente verwachten. Dus dat is ook nog wel een vraag die mij bezighoudt ten aanzien van de novelle die de minister... Ik heb dat natuurlijk aan detail niet gelezen, maar wat ik daar zo van meegekregen heb, ook nu nog wel bezighoudt. Daar zit nog wel, denk ik, een belangrijk aandachtspunt ook voor de Kamer, voor de verdere behandeling. Ja, maar wij zijn met name naar uw rol op zoek. En wat we dan zien is dat die nevenactiviteiten niet altijd worden gemeld. Dat er beperkt toezicht is in die zin dat daar 10 man zitten op het ministerie. En als de jaarverslagen binnenkomen, 30. Dus de jaarverslagen worden bekeken. Er is een piepsysteem. Er is een afvinktoezicht door het Centraal Fonds. Niet altijd terechte melding van nevenactiviteiten. Ook discussie over. We hadden hier mevrouw Bertram. En die zei, ja, ik vind dat geen nevenactiviteit. Terwijl het natuurlijk wel om die woonboot gaat. Daar komen we straks nog even op. En dan is toch mijn vraag, als je dan toezicht wil houden als ministerie, heb je dan voldoende inzicht? Ook al omdat wij steeds zien met die oordeelsbrieven dat het heel goed lijkt te gaan, terwijl er dan toch onderhuids van alles broeit. Een discussie die toen, als het ging om nevenactiviteiten, wel volop werd gevoerd, dat was de discussie over makelaarsactiviteiten. En dat was ook geen ongenuanceerde discussie. En ik heb ook niet het beeld dat zich in die jaren, waar ik verantwoordelijk voor ben, dat zich toen zaken hebben voltrokken die later, en dat is natuurlijk uit een oogpunt van proces ook wel verklaarbaar, die later kennelijk wel zijn gegroeid. Ja. Als u mij vraagt, is een piepsysteem als enige systeem voldoende, dan is het antwoord nee. Nee. Daar zul je dus, daar doelde ik zojuist ook op in de richting van de heer Groot, daar zul je dus dichter op moeten zitten. Ik heb later natuurlijk ook wel toezichtsbrieven van het Centraal Fonds gekregen. Vandaar ook mijn kwalificatie afvinksysteem. En in die toezichtsbrieven, als wij wisten dat er sprake was van ongeoorloofde nevenactiviteiten, dan werd dat in de richting van de corporatie gesignaleerd. En dan volgde de inspectie ook of men daar afstand van deed. We wachten op elkaar. Meneer Groot gaat verder. Meneer Groot, u vervolgt. Ja. Ja, dan wil ik naar de prestatievelden. In 2001 voegt u een 6e prestatieveld toe aan het BBSA, besluitbeheer sociale huurwoningen. En daar komt wonen en zorg bij. Woningcorporaties die moeten ook voor geschikte huisvesting zorgen voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dit is een taakverruiming die lijkt op gespannen voet te staan met uw andere opvatting van schoenmaker hou je bij die leest. Dat zie ik helemaal niet zo. Als je signaleert dat wij met elkaar ouder worden, als je signaleert dat er discussies lopen, want die liepen toen ook al, over het scheiden van wonen en zorg. En je hebt net tegen elkaar gezegd dat corporaties met name een verantwoordelijkheid hebben bij het verschaffen van kwalitatief voldoende woongelegenheid voor mensen die dat even permanent of tijdelijk niet op eigen kracht kunnen. Dan zit het thema wonen en zorg wat mij betreft volledig in dat domein en ik zou het dus zo weer kunnen doen. Mm-hmm. Staat u tot op de dag van vandaag? Het is wel een verbreding van activiteiten. Het is een verbreding van activiteiten, maar je kunt die discussie ook niet op een wiskundige, hele simpele manier voeren. En als je vanuit je notie, waartoe corporaties op deze aarde zijn, ziet dat daar in de toekomst een probleem kan liggen, dan moet je daar politieke conclusies aan verbinden. Die speelde nou bij die verbreding van taken
de stijgende vermogens van de woningcorporaties ook wel in de zin van, er werd steeds meer gesproken over een vermogensovermaat bij woningcorporaties. Het was een idee van, nou ja, als ze toch zoveel geld hebben, laat ze dan hun activiteiten verbreden. Nee, heeft volgens mij hooguit als relevante achtergrondmuziek. Maar voor mij was toen primair de discussie, ligt daar een inhoudelijk probleem waar corporaties op moeten acteren. Voor een deel deed men dat overigens al, hoor. Maar u zegt wel relevante achtergrondmuziek, dus het was toch wel relevant. Ja, ik zeg niet dat de financiële situatie dat het irrelevant was, dat heb je natuurlijk altijd wel in je achterhoofd te houden, maar het was niet de dominante argumentatie. Te meer omdat als woningcorporaties meer woningen gaan verkopen, wat uw wens was, ja, dan nemen die vermogens natuurlijk nog verder toe en dat moet dan natuurlijk ergens een bestemming krijgen. Ja, dat speelde in de globale becijfering van wat is nou de opgave voor de komende jaren en wat is het financiële kader. Dat was natuurlijk wel relevant, de verkoopopdracht. En is volgens mij ook nu nog steeds relevant voor het financiële kader waarbinnen corporaties moeten acteren. Toch nog even op dit punt van de heer Van der Schaar, die in zijn overzichtstukken schrijft hij dat, ja, leidend voor uw bewindsperiode was toch de groeiende vermogens bij de woningcorporaties. Ja, en het vinden van een bestemming daarvoor, het doelmatig inzetten van die vermogens. Ja, daar had zoals vaak de heer Van der Schaar volkomen gelijk aan. En dan kwam... En dat was ook precies, ik heb u net verwezen naar de gesprekken die ik op de regionale en lokale werkvloer heb gevoerd. Dat was ook precies de inzet van die gesprekken. En dan komt wonen, de combinatie van wonen en zorg, komt dan als vanzelf in beeld. Ja. Dus dat verband is er toch wel. Ja. Nee, u stelde zojuist de vraag van, was de dominante argumentatie om wonen en zorg als prestatieveld toe te voegen de financiële omstandigheid. Ja, of dat daar ook... heb ik net gezegd, dat was niet de dominante argumentatie, want dominant was de inhoud en dan heb je vervolgens de vraag te stellen, maar kan het ook betaald worden? Ja, ik vroeg niet of het dominant was of dat het, maar of het een rol speelde. En die vraag hebt u dan intussen beantwoord. Als het gaat om de verkoop van sociale huurwoningen, er is een motie van een Kamermeerderheid geweest. En een motie van Hofstra en van Duivenstein. Aardig duur. Om de verkoop van sociale huurwoningen, om dat ook als een prestatieveld te benoemen van in het BBSH. Waarom hebt u die motie niet uitgevoerd? Niet alles wat in regelgeving is vastgelegd, gebeurt door de staatssecretaris. In die verstedelijkingsronde, u kunt die stapels papier, die liggen vast en zeker nog wel ergens in de krochten van het departement, werden afspraken gemaakt over de verkoop van corporatiewoningen. Dat waren overigens, naar het oordeel van gemeentebestuurders en corporatiebestuurders toen, niet altijd vrolijke onderwerpen, want men was het daar eigenlijk, zeker bij bestuurders met een bepaalde politieke opvatting, mee eens, want de heer Duivenstein dacht ook binnen de Partij van de Arbeid gelederen niet altijd heel typisch, want daar was ook intern wel enige discussie. Met andere woorden, ik heb voor wat betreft dat onderwerp gewoon gewacht op de woonwet en vond het niet nodig om vooruitlopend daarop de regelgeving aan te passen, terwijl het wel te degen in de gesprekken een belangrijke rol speelde en dat wist de Kamer ook. Maar nu is er helemaal niet van gekomen. Nee, er zijn een paar dingen gebeurd. In de eerste plaats, zoals ik al zei, weerstanden. En de woonwet is uiteindelijk niet ingediend. En in de tweede plaats is daar, zoals u weet, in 2007, 2008
is er een tamelijk dramatische ontwikkeling aan de orde geweest, waardoor de verkoop om markttechnische redenen... Ja, dat is ver na uw... Maar dat speelde... Ik bedoel, als ik terugkijk, dan speelde dat natuurlijk een rol. En de vraag die ik mij nog wel eens heb gesteld, in termen van wat had je eventueel beter kunnen doen, dat is dat ik een aantal dingen wellicht vooruitlopend op de wijziging van de de woonwet, dat ik een aantal dingen wellicht in lagere regelgeving had kunnen regelen. Maar daar was ongetwijfeld, ik hoef u als parlementariërs niks te vertellen, en daar was ongetwijfeld een indringende wetstechnische discussie achterweg gekomen van wat gebeurt er nou? Gaat de staatssecretaris even qua wetgeving heel kort door de bocht, bijvoorbeeld bij algemene maatregel van bestuur, en zet daarmee het parlement voor een belangrijk deel buitenspel. Maar in dit geval is de motie die door de hele Kamer wordt gedragen, dus dat zou helemaal geen probleem zijn om dat in een AMVB vorm te geven. Ja, was het wel door de hele Kamer? Nee, dat denk ik niet. Nee, maar het was een ruime Kamermeerderheid voor die motie in Hofstede-Duivenstein. Ja, ik zeg ook niet dat het niet had gekund. Ik geef u net aan waarom ik uitvoering heb gegeven aan de motie, zonder de regelgeving te veranderen, en wat mijn overwegingen daarbij zijn geweest. Ja, de motie vroeg om dat als statieveld op te nemen in het BBSH. Dat is toch een duidelijke opdracht. Wanneer is die motie aangenomen? Dan moet ik even... dat zoeken we even na. Maar het is beter eigenlijk. Een Kamermotie. U snapt de achtergrond van mijn vraag ook wel. Als die motie op een gegeven ogenblik op een moment is aangenomen dat er al druk gewerkt werd aan de woonwet, ja, dan ga je natuurlijk tegelijkertijd niet ook nog een keer het BBSA in procedure brengen. Goed. Er is het speelveld voor de woningcorporaties wordt verruimd. Maar u wilde wel voorwaarden aan verbinden. Alleen woningcorporaties die goed presteren en een degelijke financiële positie hadden, die mochten meer taken gaan vervullen. Dat op de vraag op, hoe bepaal je wat een goed presterende woningcorporatie is? Dat bepaal je door, zoals ik dat zojuist heb aangegeven, te kijken naar wat er lokaal gebeurt, door te kijken naar wat de opvattingen van het gemeentebestuur zijn over de lokale prestaties van een corporatie. Dat bepaal je door te kijken naar de financiële positie. Dat zijn elementen die je daarbij vanzelfsprekend in beeld probeert te krijgen. Dat beginsel van woningcorporaties die goed presteren, die mogen meer doen. Hoe werd dat ontvangen bij Edes? Hoe keek Edes daar tegenaan? Dat staat mij niet scherp meer op het netvlies. Als ik er een gooi naar moet doen, maar nogmaals... Ik doe er een gooi naar en als ik het probeer in te schatten, dan vond Edes dit niet een geweldige benadering. Nou ja, wat we wel zien is dat u zegt van goed presterende woningcorporaties, die mogen hun taken verbreden. Ja, wat we in de praktijk zien is dat in de brede, in het hele corporatieveld, ja, dat alle woningcorporaties een brede taakopvatting krijgen in de praktijk. Ja, en waar het voor zover dat gaat om activiteiten op die zes prestatievelden, zoals ze zijn aangegeven, en het financieel qua risico's ook allemaal heel overzichtelijk was, was daar op zichzelf ook niks tegen. Als dat ging om opvattingen buiten dat domein om,
in termen van nevenactiviteiten. Nou ja, daar heb ik zojuist iets over gezegd. Maar je zag in zijn algemeenheid wel dat... En dat was natuurlijk eigenlijk ook wel een van de achtergronden van de hele bruteringsoperatie. Dat er behoefte was, en op zichzelf is daar ook helemaal niks mis mee, dat er behoefte was aan ruimte voor het leveren van lokaal maatwerk. En dat is toen ook wel als zodanig aangegeven. En ik herhaal, daar is wat mij betreft ook niks mis mee. Maar ik zeg er wel één ding bij. Verzelfstandigen betekent ook het nadrukkelijker dragen van een grotere verantwoordelijkheid. En dat besef, dat is niet altijd bij iedereen aanwezig geweest. Want er is hier in deze zaal de afgelopen weken, en terecht, veel over verantwoordelijkheden gesproken. Een eerste verantwoordelijkheid voor het acteren van corporaties ligt bij de corporaties zelf. Bij de bestuurder van de corporatie en bij de interne toezichthouder. Daar ligt de eerste verantwoordelijkheid. En een heel veel discussies zijn daarvan afgeleid. Mm-hmm. En daar moet geen misverstand over bestaan. Ja. Tegelijk zien we dat die verbreding tot nevenactiviteiten, dat landt in de zogenoemde MG 2001-26... die u hebt onder uw bewind is doorgevoerd. Daar ben je dan wel limitatief op te sommen van waar de grenzen liggen, aan de hand van een aantal voorbeelden. Ja, je ziet dat wel en daarmee de mogelijkheden zijn geschapen voor woningcorporaties om allerhande activiteiten te beginnen. Ja, daarvan heb ik u gezegd dat in ieder geval voor een deel ook heel wel bewust is gebeurd. En wat ik belangrijker vond, dat is de discussie over de vraag, wat doen corporaties niet wat ze wel moeten doen? Dat is dat maatschappelijk presteren. En beide elementen hebben met elkaar te maken, dat zie ik natuurlijk ook wel. Maar ik vond die laatste vraag eigenlijk minstens zo interessant, zonder daarmee te zeggen van de eerste discussie moet je niet voeren. Ik leg dan nu toch een paradox voor. U vindt van de ene kant dat de sociale huursector kleiner moet worden. Dat ziet u als een opdracht voor uw staatssecretariaat. Dat is niet gelukt. Tegelijkertijd staat u wel een verbreding van activiteiten toe. Ja, waardoor woningcorporaties zich zijn gaan uitwaaien over allerhande activiteiten, waarvan u nu ook zegt dat die ongewenst is. U zegt, u hebt eigenlijk het omgekeerde bereikt van wat u beoogde. Ik heb net aangegeven van een aantal activiteiten die men toen ging ondernemen. Daar was ook helemaal niks mis mee. En de voorbeelden, wat meer activiteiten op het terrein van wonen en zorg. Wat meer activiteiten op het terrein van de woonomgeving. Wat meer activiteiten op het terrein van buurtbeheer. Niks mis mee. Helemaal niks mis mee. Waar het mij toen om ging, dat is dat het bezit van een corporatie, van corporaties zou moeten verminderen, omdat het aandeel sociale huurwoningen in dit land groter was en is dan strikt nodig. U verbreedt, u werkt ook de opdracht tot wonen, woondiensten en woonmilieus. Ja, en daarmee geeft u toch vrij baan voor alle andere nevenactiviteiten, wat we ook vervolgens hebben gezien. Nou, die heb ik toen in mijn periode in ieder geval veel minder gezien. Maar ik kan niet beoordelen in hoeverre er echt een oorzakelijk verband is tussen die drieslag en wat we later wel gezien hebben. Dan geldt hier wat mij betreft één adagium.
we hebben ook gezond verstand. En die discussie is iets anders dan dat een corporatie in een sociaal lastige wijk een buurtbeheerder aan gaat stellen. Want dat is wat mij betreft zeer relevant voor de activiteiten van een corporatie. En bovendien, als het buurtbeheer fatsoenlijk wordt aangepakt, dan is dat relevant voor de waardeontwikkeling van het vastgoed van die corporatie daar. Mm-hmm. Ja. Het kan dus zijn dat het gezonde verstand wel eens zoek is geraakt. Dat kunnen we wel constateren, ja. Maar het ongezonde verstand heeft wel ruimte gekregen door de regelgeving die u hebt ingevoerd. Ik ben dat met u eens. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Maar daarom zei ik net, ik weet niet in hoeverre er precies een oorzakelijk verband is tussen die verschijnselen waar we het met elkaar over hebben. Dank meneer Groot. Meneer Remkes, wij gaan dadelijk naar een nieuw onderwerp met u. Voordat we dat doen, schors ik de vergadering voor 10 minuten.
Ik verzoek de gevierde getuigen binnen te leiden. Bon. Zo, ik heropen de vergadering. Het woord is aan mevrouw Hashi. Meneer Remkes, ik wil het met u hebben over nevenactiviteiten. Want in uw periode ontstonden er toch wel wat interpretatieverschillen. Een van de eerste kwesties die opspeelde in 1999 ging om een investering van 40 miljoen gulden. Destijds, dus ongeveer 17 miljoen euro, ik zie u al nadenken. En dat ging om de woningcorporatie Het Oosten in Amsterdam. Een spiritueel centrum, daar ging het om, in combinatie met een hotel, een bioscoopcomplex en een auditorium. En dat werd dus ook wel het project Oi Bibio, inderdaad. Waar moesten dit soort nevenactiviteiten aan voldoen? A, moest het financiële risico overzichtelijk zijn. B, was daar de vraag aan de orde van... Wat betekent dat voor de leefomgeving als het in andere handen komt? C was voor mij een belangrijke vraag. Wat vindt het gemeentebestuur van Amsterdam ervan? Het was duidelijk dat als het Oosten die aankoop niet had gedaan... dan was de kans groot geweest dat... dat pand in handen was gevallen van verkeerde vastgoedjongens, om het zo maar even te noemen. U noemt dus drie voorwaarden, of in ieder geval drie punten die meespeelden. Mijn vraag ging over, zijn dat specifiek voor Obibio-project dan die drie punten? Of zegt u van nee, de standaardpunten die we hadden bij nevenactiviteiten, die we er tegenaan legden om te kijken of dit kon? Dit was wat mij betreft... In dit specifieke geval waren dit de overwegingen, maar die overwegingen die waren ook verder relevant. Ja. U noemde eerder namelijk, een van de punten was dat er sprake moet zijn van een substantieel verband met het woningbezit. Was dat het geval in het specifieke project OBBO? Dit was in een omgeving waar de corporatie volgens mij ook nogal wat ander bezit had. Dat kon in Amsterdam overigens ook moeilijk anders, want Amsterdam... hoe druk ik dat netjes uit? Daar is het bestand aan sociale huurwoningen vrij omvangrijk. Ja, maar meneer Remkes, uit ons onderzoek blijkt dat de betreffende woningcorporatie daar juist heel erg beperkt aantal woningbezit had. Nee, maar dat kan best zijn. Maar dan waren het andere corporaties in die buurt waar dat aan de orde was. Dus je kunt die maatlat niet uitsluitend leggen langs de hele specifieke corporatie. Dat hangt van een aantal omstandigheden af. En het Oosten verkeerde in de financiële omstandigheden om deze aankoop te doen. En nogmaals, wat ik zojuist heb aangegeven, je zit daar ook de risico's bij te wegen. U noemde een van de drie punten die u bij het Obibio-project... meenam in uw overweging, namelijk dat het in verkeerde handen zou vallen. Kunt u dat toelichten? Wat had u ongeveer gedacht wat ik daarmee bedoelde? Namelijk een aantal... er was potentiële belangstelling van een aantal seksbazen. Dat was ook de reden waarom het gemeentebestuur van Amsterdam nogal zwaar op zat. Omdat men dat ook als een bedreiging van de leefomgeving zag. Maar is dat nog los van uw toelichting, is dat een reden om dat in je overweging mee te nemen om zo'n project dan goed te keuren? Antwoord ja. Te plaatsen? Antwoord ja, anders had ik dat toen niet gedaan. En dat is zeer wel bewust gebeurd, want daar is toen vrij uitvoerig over gepraat. En er is overigens ook vrij uitvoerig met de Kamer over gepraat.
U zegt, anders had ik dat niet gedaan. U zegt dus eigenlijk, het project had eigenlijk niet gekund. Maar omdat het in verkeerde handen zou vallen, heeft u het wel gedaan? Ik heb u net de optelsom van overwegingen gegeven. Ja, die heb ik gehoord, meneer Remkes. Maar vervolgens geeft u in het laatste antwoord aan, anders had ik dat nooit gedaan. Wat bedoelt u daar dan mee? Nee, ik bedoel, als die overwegingen niet aan de orde zouden zijn geweest, dan had ik het niet gedaan. Alle drie de overwegingen? Ja. Dus dat laatste... Ik bedoel, als hier sprake was geweest van een geweldig risico, onevenredig groot risico voor de corporatie, dan was dat voor mij aanleiding geweest om tegen het gemeentebestuur van Amsterdam te zeggen van u moet hier een andere oplossing voor kiezen. Maar daarmee zegt u dus alle drie de punten, financieel risico, de leefomgeving en als derde dat het niet in verkeerde handen mag vallen, dat waren alle drie... Ja. De belangrijke voorwaarden, alle drie even belangrijk. Ja, alle drie even belangrijk. Dat zeg ik niet. Het waren drie overwegingen die wat mij betreft een rol speelden. En zo is dat destijds ook met de Kamer gecommuniceerd. Ja. Dan zou ik mijn vraag koppelen aan het feit dat inderdaad de Kamer hier niet zo positief tegenover stond. Over het feit dat u dit project goedkeurde. Dat ik naar de Kamer niet... Nee, ik heb in de richting van de Kamer natuurlijk mijn aarzeling wel laten blijken. Ik bedoel, dat zou gek zijn om dat niet te doen, maar uiteindelijk neem je dan een besluit. Daarvoor ben je namelijk ingehuurd. Ja. En u heeft met die drie argumenten de Kamer overtuigd dat dit project er wel moest komen. En volgens mij zijn hier geen moties van de Kamer aangenomen dat de staatssecretaris een volstrekt verkeerde beslissing had genomen. Voor mij blijft nog wel de vraag hangen in hoeverre dat derde argument, het feit dat het in verkeerde handen zou vallen, het niet het zwaarste argument was, omdat u het anders niet had gedaan als dat niet meespeelde. Ik heb u net aangegeven dat het ging om de optelsom van argumenten. En u moet mij niet de vraag stellen, was het nou voor 50% dat of voor 25% dat? Die vraag stel ik dat ook niet, meneer Zo Remkes. Loopt de afweging niet. Dan help ik u door, of in ieder geval zou ik mezelf verduidelijken, door voor te leggen als er geen sprake was van verkeerde handen. Had u het project dan wel gesteund? Als dan vragen, mevrouw, ik loop te lang mee. Als dan vragen, beantwoord ik niet. Maar het is voor de commissie wel belangrijk om helder te krijgen wanneer zo'n project nou wel of niet goedgekeurd wordt. Ik heb u net aangegeven welke overwegingen ik heb gehad om daar ja tegen te zeggen. En daarmee moeten we het doen. Ik kan daar niet allemaal ingewikkelde wiskundige overwegingen bij aangeven van 25% dat. En, maar dat vroeg ik u ook niet, meneer Remkes. Nee, maar wat hier natuurlijk ook een rol speelt. Vaak is het bij dit soort dingen zo dat geen enkel geval gelijk is. En daar zit natuurlijk ook altijd een zekere afwegingsruimte bij. Dus ook hier geldt, daar moet je wat met gezond verstand naar kijken. Vanuit de overwegingen die ik u net heb aangegeven. Minister Van der Laan die stuurt op 24 juli 2009 een brief naar de Kamer met een selectie van nevenactiviteiten van corporaties. En hij noemt daarin ook het Oibibio-project. En hij geeft aan dat volgens de regels de corporatie dit bezit zou moeten afstoten omdat het een commercieel project was. Kunt u uitleggen waarom het in uw periode als staatssecretaris wel volgens de regels was? Ik vermoed, maar dat heb ik natuurlijk allemaal niet precies gevolgd, wat er in die periode tussen de aankoop en tussen de brief, de kennelijke brief van minister Van der Laan, wat er allemaal gebeurd is. Als de corporatie daar een commerciële invulling aan heeft gegeven, dan komt er een moment dat je dan zo'n pand weer af moet stoten. Maar u zegt dat de corporatie er vervolgens commerciële invulling aan heeft gegeven. Ja, kennelijk maar is dat zo. Meneer Remkes, ik was nog niet klaar met mijn vraag. Was dat niet van meet af aan al een commercieel project? Ja, dat stempel kun je erop plakken. Want de corporatie zag daar exploitatiemogelijkheden. Dat pand kwam op een gegeven ogenblik op de markt. Daarover hebben we het zojuist gehaald. En dan is de vraag van wat is verstandig handelen. En daar ben ik het ook mee eens. Als zich dat later ontwikkeld heeft tot een pand, en kennelijk liep dat commercieel redelijk goed, nou dan wordt onderstreept dat de corporatie destijds
dus een overzichtelijk financieel risico heeft genomen, dan komt er ook weer een moment dat je de vraag moet stellen van wat gaan we er nu mee doen? En dat heeft kennelijk geleid tot de brief van de geachte burgemeester van Amsterdam. Ja. Maar toen u goedkeuring gaf aan het project, was toch al helder dat het om een commercieel project ging? En daar heeft u dus mee ingestemd, klopt dat? Ik bedoel, ja natuurlijk, ik geef u net aan van je hebt ook te kijken naar welke financiële risico's er gelopen worden. Als dat project, dat gebouw, een gebouw zou zijn wat totaal op geen enkele wijze te exploiteren zou zijn, ja, dan had je natuurlijk op het punt van het financiële risico, had je een ander plaatje gehaald. Dat kan ik helemaal volgen. Ook de eerste keer toen u dat antwoord gaf, kon ik dat helemaal volgen. Maar mij gaat het om het feit dat u goedkeuring gaf aan dit project, terwijl het ging om een commercieel project, waar minister Van der Laan in zijn brief wijst naar de regels dat commerciële projecten niet bij een woningcorporatie thuis horen. Was mijn vraag, in uw tijd was dat dus kennelijk niet de regel? Ik, op die afweging ben ik net ingegaan. Hier geldt de wijsheid. Wat de wijsheid van vandaag is, dat hoeft niet de wijsheid van morgen te zijn. En ik heb u net de overwegingen aangegeven. Dus de regels waren in uw tijd dus anders of anders te interpreteren dan zoals minister Van der Laan dat deed later? Nou ja, het was wat mij betreft een project wat niet buiten de regelgeving viel. En ik weet niet precies of er zal ongetwijfeld sprake van geweest zijn dat de regelgeving later is aangepast. Want dat is natuurlijk een permanent proces van evolutie geweest. Maar het was toen in ieder geval niet zo dat het buiten de regelgeving viel. Alleen, er was wel sprake van en daarom kwam het natuurlijk ook aan de orde van een activiteit waar ja tegen gezegd moest worden. Meneer Remkes, was u voor een brede taakopvatting van corporaties? Ook een brede taakopvatting, dat hangt er precies van af. Als het ging, en daar heb ik volgens mij zojuist in antwoorden op vragen van uw collega Groot wel het een en ander over gezegd. Als het ging om activiteiten op het terrein van wonen en zorg, dan is het antwoord ja. Als het ging om bepaalde activiteiten die gerelateerd aan de waardeontwikkeling van het vastgoed te maken hadden met leefbaarheid, dan is het antwoord ook ja. En daarbinnen, dat is natuurlijk ook want het laat zich allemaal, nee, laat ik het anders zeggen, het zijn containerbegrippen. En ook als je daarop inzoomt, dan kan het niet anders of je komt tot genuanceerde oordelen. Ik zal u een voorbeeld geven op het terrein van wonen en zorgen. Als het zou gaan om activiteiten van een corporatie van het zelf leveren van zorg, dan is dat wat mij betreft een branchevreemde activiteit. Om nou even dat voorbeeld te noemen. Dus de discussie kan niet versimpeld worden in termen van breed of smal. Daar zul je altijd vanuit die notie waartoe zijn corporaties op deze aarde, daar hebben we het over gehad, naar moeten kijken. Ja, dat is uw opvatting. Is dat ook in de praktijk, is dat ook daarvan terechtgekomen, als ik het zo mag formuleren? Nou ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook met buitengewoon gemengde gevoelens naar een aantal incidenten gekeken. En daar zitten een aantal voorbeelden bij die wat mij betreft niks te maken hebben met de kerntaak van de corporatie. U haalde er net in antwoord op vragen van collega Groot aan dat de heer Van der Schaar wel eens gelijk heeft, laat ik het zo noemen. De heer Van der Schaar heeft ook aangegeven dat in de periode waarin u staatssecretaris was, namelijk de periode vanaf 1998, dat er sprake was van een soepel gedoogbeleid als het ging om de taakopvatting van corporaties. Herkent u dat? Dat herken ik niet. En waarom niet? Dan zou ik ook moeten weten van waar het precies over ging.
Dat waar precies over ging? Ik bedoel voorbeelden van wat er waartegen toen ja is gezegd, wat niet had gemoeten. Maar u herkent in ieder geval niets in de woorden dat in die periode vanaf 1998 dat er sprake was van een zekere gedoogbeleid. Nee, dat is gissen en daar wil ik mij maar niet aan schuldig maken. Want toen was leefbaarheid, en dat is nog onder verantwoordelijkheid van mijn voorganger de heer Tommel gebeurd. Toen was leefbaarheid net als prestatieveld toegevoegd. En over het domein wonen en zorg, daar hebben we het over gehaald. En dat is dus onder mijn verantwoordelijkheid toegevoegd. Maar dat heeft dus niks met gedogen te maken. Okay. Dan ga ik met u verder naar een andere... Sorry mevrouw Asje, ja? Er is ook nog een aanvullende vraag van de heer Oskam. Maar voordat ik dat doe, meneer Remkes, mevrouw Asje die vroeg net naar die drie argumenten waar je het over had. Daarna zeiden ze, als argument 3 niet van toepassing was, wat dan? Toen zei je, als dan vragen, die kan ik niet beantwoorden, maar een openbaar voorbeeld zeggen, antwoord op alle vragen, wil ik even als voorzitter meegeven. Maar het is ook maar een reden dat onze commissie dat vraagt, want wij onderzoeken hoe de regels in die tijd waren en hoe ze ook geïnterpreteerd werden. Hè. Dus als er een casus was die aan twee argumenten voldeed, was die dan wel of niet commercieel en wel of niet als nevenactiviteit toegestaan. Dus er zit al absoluut een zin achter de vragen en in die zin... Nee, maar dat bestrijd ik ook niet. Verwacht ik ook dat u dan antwoord geeft. Maar... Ja, maar dat bestrijd ik niet, maar het is... Ik heb net de overwegingen aangegeven waarom een bepaald besluit zo genomen is zoals die is genomen. Mm-hmm. En ja, dat is het dan op een gegeven ogenblik. Meer kan ik er niet van maken. We begrijpen elkaar. Meneer Oskam. Even nog terug naar de historie van de aankoop van dat OIBB-complex. Uit wiens koker kwam dat nou? Kwam dat nou uit de koker van die woningcorporatie of zei de gemeente Amsterdam... Tegen het oosten, willen jullie daar eens in meegaan? Ik vermoed dat laatste het geval is. Het kwam bij mij natuurlijk op een andere manier op tafel. Namelijk dat de corporatie het oosten zich tot het departement had gewend met dit punt. Ja. En toen, dat herinner ik mij nog wel, toen is mijn vraag geweest... en hoe zit het gemeentebestuur van Amsterdam hierin? En toen kwam er een signaal terug van het gemeentebestuur van Amsterdam steunt dit zeer. Oké. Maar uw idee is wel dat de gemeente het aan de woningcorporatie heeft gevraagd? Dat zou best kunnen, want zo loopt het wel. Maar het kan ook best zijn dat het oosten hier zelf achterkwam. Ja. En op een gegeven ogenblik zelf ook in de richting van het gemeentebestuur is gegaan. Ja. Want wat opvalt is dat het oosten niet een hele grote woningcorporatie is in die wijk. Maar dat ze wel eigenlijk geld genoeg hebben. Speelt het dan nog een rol? De financierbaarheid en de vraag of de corporatie dit kan doen, dat speelt natuurlijk een rol. Dat zat in die overwegingen die ik zojuist in uw richting heb aangegeven. Ja, oké, maar daar kan je natuurlijk over twisten, want u zei van financiële risico's. Hè? Is het risico beheersbaar? Nou goed, ze hebben dan geld genoeg kennelijk om dat te doen. En dan is de vraag, omdat u eerder zei... wat mij betreft zit daar geen relatie tussen vermogensovermaat en de bredere taakopvatting. Maar hier geldt dus dat je kijkt naar in welke omgeving vindt dit plaats. En in zo'n situatie van het Amsterdamse kijk je naar de vraag van is daar überhaupt sprake van relatief veel... sociaal bezit of niet. En dan vind ik het even iets minder interessant welke specifieke corporatie het is dan de vraag gebeurt het of niet. Mevrouw Asje, u vervolgt. OIBBO was direct de aanleiding om de zogeheten toetsgroep in het leven te roepen op het ministerie. En dat is een toetsgroep die adviseert u als bewindspersoon over nevenactiviteiten van corporaties. Een van de corporaties die regelmatig terugkomt bij de toetsgroep is woningcorporatie Servatius uit Limburg. U begint te lachen, maar wij gaan verder met de feitelijke vragen die ik hierover heb. 9 oktober 2000 brengt u een werkbezoek aan de provincie Limburg.
En tijdens... dat is allemaal in het kader van die verstedelijkingsgesprekken. Oké, maar u brengt daar dus een bezoek aan. En u, tijdens dit werkbezoek stemt u in om Servatius een pilotproject te laten starten om te bouwen in de Belgische gemeente Luik. Een pilotproject waarbij dus gekeken wordt naar alle ins en outs en in kaart te brengen wat daarmee gemoeid gaat. Vrijwel gelijktijdig aan uw werkbezoek en uw toestemming voor dit pilotproject geeft u aan dat de corporatie op grond van de woningwet en het BBSH, de zogeheten grondwet van corporaties, niet is toegestaan in het buitenland te investeren. Dus mijn vraag is, waarom heeft u ingestemd met het pilotproject? U formuleert het net even iets anders dan destijds aan de orde was. Ik heb destijds tegen de corporatie gezegd van ik vind de gedachte vanuit een zekere samenhang van woningmarkten vind ik interessant. En kom maar eens met een voorstel voor een pilot. Nou staat mij nog vrij scherp op het netvlies hoe dat vervolgens is gegaan. Want ik kreeg vrij kort daarna een brief van de wethouder, toen ze het verslag hadden gekregen, een brief van de wethouder van Maastricht. En de wethouder van Maastricht zei van, u hebt die toezegging gedaan. En dat was dus nou net niet aan de orde. Dus de wethouder stelde voor om het verslag te wijzigen. En toen heb ik in december een brief teruggestuurd waarin een paar dingen werden gezegd. In de eerste plaats, het verdraagt zich niet met de regelgeving, investeringen in het buitenland. Twee, ik vind het nog steeds interessant, dus breng de ins en outs maar eens in kaart. En drie, het is in ieder geval nodig om een go-no-go moment in te bouwen. Met andere woorden, kom eens even met een concreet voorstel, zodat we daar eens even verstandig naar kunnen kijken. Of er eventueel, en volgens mij is die discussie later ook nog wel gevoerd, sprake zou kunnen zijn van een zeker experiment. Maar de corporatie, en in het voetspoor van de corporatie, die hebben een aantal signalen dus wel bewust gewoon niet willen horen. En ik vond het ook wel aardig om te zien dat, en toen was minister Kamp net aangetreden, die zat nog maar een blauwe maandag op het departement en toen komt er een brief van de burgemeester van Maastricht en de burgemeester van Luik, waar dit project nog weer van harte onder de aandacht werd gebracht. Ja. Met andere woorden, ze wisten wel te degen dat er nog geen toestemming lag. En ik kan u ook wel zeggen dat er, volgens mij is dat in maart 2001 geweest. Toen kwam er een plan van aanpak. Ja. Nou, mevrouw, dat plan van aanpak, en daar waren ook statuten bijgevoegd. En in die statuten stond activiteiten van de corporatie Servatius in België en in het overige buitenland. Ik moet u heel even onderbreken, want ik wil nog even terug naar het begin. Want u maakt een aantal sprongen in de tijd. Ja, maar u snapt wel wat ik wil zeggen. Ik snap wat u wil zeggen, maar ik wil toch even terug in de tijd om ook een aantal feitelijke vragen beantwoord te krijgen, meneer Remkes. U haalde aan dat u in de brief van december 2000, dus kort na uw werkbezoek, een aantal punten aanhaalt. En het eerste punt was dat het zich niet verdraagt met regelgeving. Dan ben je toch eigenlijk al klaar? Nee, daar ben je niet klaar. Want je kunt, en dat was ook precies de vraag, breng de ins en outs nou eens in kaart. Want je kunt de vraag stellen of misschien de regelgeving wat genuanceerd moet worden. Want de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris is ook om als hij aanleiding vindt om de regelgeving aan te passen, om daartoe voorstellen te doen. Maar als u het heeft over misschien dat regelgeving genuanceerder gemaakt kan worden, hoe moet ik dat rijmen dan met het feit dat u in diezelfde periode zelf komt met een duidelijke regelgeving, namelijk dus dat het niet toegestaan is om überhaupt in het buitenland te bouwen? Nee, zo was de regelgeving toen ook.
Ja. Maar regelgeving is er ook om, als daar aanleiding toe is, om te wijzigen. En als je op inhoudelijke gronden tot de conclusie komt dat de regelgeving in die zin genuanceerd moet worden, ja, dan is het jouw verantwoordelijkheid als staatssecretaris ook om daar voorstellen voor te doen. Ja. Maar wekt u daarmee geen verwachtingen bij Servatius? Ja, en volgens mij heb ik net duidelijk aangegeven wat de strekking van dat verhaal was. En het kan zijn dat men ziende blind en horende doof was, maar daar kan ik dan opmerkelijk weinig aan doen. Ik kon het in het licht van de geschiedenis, kan ik het wel plaatsen. Want diezelfde corporatie, kunt u plaatsen? Nou, diezelfde corporatie heeft later natuurlijk bij dat campusproject helemaal niet gemeld. Dus daar zat de sfeer van we gaan onze eigen gang en we interpreteren de zaken zoals het ons goed dunkt. Ja, maar u ziet daar dus niets in het feit dat u ondanks de regelgeving weliswaar geen toestemming, maar instemmingen verleent voor zo'n pilotproject, dat u daarmee verwachtingen wekt bij Servatius. Dat herkent u dus totaal niet. Ik heb tegen Servatius gezegd, kom met een voorstel voor een pilot. Ja. Zodat ik het kan beoordelen. Ik heb niet tegen Servatius gezegd, ik vertrouw u op uw blinde ogen en u krijgt, zonder dat ik iets gezien heb, toestemming voor een pilotproject. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, vertrouwen op de blinde ogen, dat is natuurlijk het andere uiterste. Maar het gaat met name om het feit dat een pilot starten, dat doe je natuurlijk niet als je bijvoorbeeld al weet dat het niet goedgekeurd gaat worden. Dus daar zit natuurlijk wel een zekere verwachting in dat het de uitkomst kan zijn dat er wel toestemming wordt gegeven. En herkent u die verwachting dat die daarin zit? Nee, die herken ik totaal niet. Want in diezelfde brief waar we het net over hadden, is aangegeven dat het zich niet verdraagt met de regelgeving zoals die op dat ogenblik geldt. En ik kan u ook wel zeggen dat in het gesprek zelf er direct door mij ook al op is gewezen dat er natuurlijk bij dit soort activiteiten risico's zijn dat maatschappelijk gebonden vermogen weglekt naar het buitenland. En dat ik die risico's ook in kaart gebracht zou willen hebben. En dan heb je toch nader zicht nodig op het fundament, het financieel-economische fundament onder zo'n project. Ja. Als we kijken naar maart 2001, want dan vraagt Servatius de status experiment aan. U haalde dat eerder al in uw antwoorden ook aan. En in uw reactie, juni 2001, dus een paar maanden later, geeft u aan dat het te vroeg is om dit verzoek te honoreren en u vraagt om meer informatie. U wijst het dus niet af, terwijl u in januari 2001, en daar doelde ik natuurlijk hiervoor ook op, de zogenaamde buitenlandcirculaire door u is gepubliceerd. En volgens die circulaire nogmaals, mag je dus niet bouwen in Luik. Dus mijn vraag is, waarom wijst u ook in 2001 het project niet alsnog af? Waarom gaat u dan nog steeds door? Volgens mij heb ik dat net aangegeven, omdat je als staatssecretaris ook de verantwoordelijkheid hebt om, als er zaken zijn waarvan je niet op voorhand tot de conclusie komt van, nou, inhoudelijk vind ik dit absoluut niet interessant. Als je tot de conclusie komt, nou, daar zitten inhoudelijk een aantal interessante aspecten aan, dat je dan ook de verantwoordelijkheid hebt om naar je eigen regelgeving te kijken. En dat is dus iets anders dan een toezegging. Ja. Maar u worstelde dus niet in die tijd met verwachtingen die mogelijk gecreëerd waren? Ik worstelde totaal niet met de vraag of het kon of niet op grond van de regelgeving. Dat was volstrekt helder, is ook helder in de richting van de corporatie gecommuniceerd. Het kon niet. Het plan van aanpak waar u net op wijst, dat voldeed wat mij betreft in ieder geval in geen delen aan waar het aan zou moeten voldoen. Dus dat was als basis om iets zinnigs te zeggen over wel of niet toestemming volstrekt onvoldoende. Dat heb ik toen aan de corporatie geschreven. Okay. In het verhoor van de heer Verzelberg, die wij hier gehad hebben, verklaart hij dat u bij een ander werkbezoek, ja, onder het genot van zware cheque, dat is heel herkenbaar, denk ik. Hè? Ja, hem hebt verweten met het project een bom onder het stelsel of onder het bestel te hebben gelegd. Weet u nog wanneer u dat gezegd heeft? Ja, ik heb dat ook gelezen en dit stond mij niet precies meer helemaal scherp op het netvlies. Maar het zal ongetwijfeld, als de heer Verzeilberg dat zegt, dan zal er ongetwijfeld iets van die strekking gezegd zijn. Waarom vond u dat? En dat moet, denk ik, geweest zijn. Ik heb u net gezegd, ik heb twee verstedelijkingsrondes gehouden. Ik denk dat het eerste gesprek plaatsvond in 2000. En dit gesprek waar u aan refereert, dat zal
denk ik, bij het tweede verstedelijkingsgesprek geweest zijn. In 2001. Ja, ik denk het wel. Maar als u zegt van ik ga mee met wat de heer Verzeilberg zegt dat ik dat gezegd heb. Waarom vond u dat dit project een bom onder het bestel? Omdat hier, want dat kwam naderhand ook op, een staatssteundiscussie wel eens zou kunnen spelen. B, waar we het over gehad hebben, dat het om regelgeving ging. Dus als de corporatie zonder toestemming door zou gaan, ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar was het voor u geen reden om dan het project gewoon te voorkomen, om de stekker eruit te trekken? Volgens mij heb ik daar net voldoende van gezegd. En volgens mij heb ik u ook net aangegeven dat het signaal wat er in december 2000 is gegeven, dat was voor de corporatie, had dat volstrekt voldoende moeten zijn. Men kreeg op dat ogenblik geen toestemming. Maar tegelijkertijd hadden ze wel de instemming om door te gaan met het pilotproject. Dus het was ook niet een duidelijke nee. Ze mochten doorgaan, maar dat mag iedere corporatie. Daar hebben ze ook geen toestemming van de staatssecretaris voor nodig. Als een corporatie een voorstel wil doen voor activiteiten, dan is dat de vrijheid van de corporatie om dat te doen. Dus de voorbereiding van een pilot, inclusief financieel verhaal, inclusief exploitatieverhaal, om ook in te gaan op de vraag welke financiële risico's zijn hier nou aan de orde, die vrijheid heeft men altijd. Ja, en het feit is dat de staatssecretaris ze ook niet tegenhield. Dus in dat opzicht. Nee, maar de staatssecretaris, dat zou ook ongehoord zijn, dat ik in termen van voorbereiding, even voor het doen van een voorstel, hè, voor het goede begrip, dat ik gezegd had, je hebt het nadenken te stoppen. In november 2001 stuurt Servatius de door u gevraagde informatie. En pas onder uw opvolger, minister Dekker, en dat is dan pas in december 2002, dus een jaar verder, komt de schriftelijke bevestiging aan Servatius dat het allemaal niet mag. Waarom duurde het zo lang totdat er zo'n oordeel vanuit het ministerie kwam? Nou, ik heb u net al iets gezegd over die brief van december 2000... En er zijn ongetwijfeld op basis van het stuk wat in maart binnenkwam, signalen in de richting van de corporatie geweest. Of dat op schrift is of dat mondeling gebeurd is, dat weet ik niet. Maar dat in ieder geval als basis voor een pilot niet voldeed. En over de inhoud van het stuk heb ik u net al iets over gezegd. De statuten. U hoeft niet in de herhaling te vervallen. Nee, dus. Uiteindelijk loopt het geschil op tot aan de Raad van State en worden zelfs vragen gesteld aan het Europese Hof. En Servatius wordt telkens in het gelijk gesteld. Had deze hele zaak luik niet voorkomen kunnen worden als u direct gezegd had, interessant, maar over de grens bouwen, daar geef ik geen toestemming voor? Ik schat dat niet zo in, omdat dit uiteindelijk voor het Europees Hof op het punt van vrij verkeer van kapitaal is fout gegaan. Wat doet er mee? De Europese Hof heeft een fout gemaakt? Nee, ik bedoel, het is bij het Europees Hof, heeft Servatius, als ik mij dat goed herinner, gelijk gekregen op grond van de overwegingen. En die overwegingen die zijn natuurlijk ook wel redelijkerwijs goed te plaatsen bij het Europees Hof. Vrij verkeer van kapitaal. Dus dat had weinig te maken met de Nederlandse regelgeving en de andere overwegingen waar wij het zojuist over gehad hebben. Dat is volgens mij voor het Europees Hof het doorslaggevende argument geweest. En dat zal ongetwijfeld ook geleid hebben bij een discussie bij de opvolgers van wat zijn de consequenties van dit soort uitspraken voor de Nederlandse regelgeving. U gaf eerder in het verhoor aan, de overheid heeft haar eigen verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid moet zij ook waarmaken. Vindt u dat nog steeds opgaan, ook in de casus Servatius, dat het geval was? Voluit. Mevrouw Hachi, je was klaar met dit blok. Met dit blok ben ik. Ja, prima. Het woord is even aan de heer Oskam. Ja, meneer Remkes. Mevrouw Hachi vroeg u net hoe dat nou zat met die verwachtingen van de gemeente Maastricht en van Servatius.
En toen zei u, ik ben klip en klaar geweest in mijn brief. En als zij daar verwachting in lezen, dan is dat eigenlijk niet mijn punt. Want ik ben heel duidelijk geweest. Nou, hebben we toch nog maar eens even die brief erbij gepakt. En op een aantal punten bent u zeker heel duidelijk. Want u zegt, bij het beoordelen van dergelijke initiatieven, hè, dan gaat het over de luikkwestie, heb ik echter de vigerende regelgeving in acht te nemen. Die regelgeving staat op dit moment niet toe dat corporaties in het buitenland investeren. Hè, dat zei u net ook. Onder meer op grond van initiatieven als het onderhavigen en omdat men vanuit het buitenland met enthousiasme naar de manier kijkt waarop volkshuisvesting zich in Nederland met name in de sociale sector heeft ontwikkeld, zie ik momenteel op welke wijze ik onder voorwaarden meer ruimte kan geven aan grensoverschrijdende activiteiten. Heeft u ook gezegd, hè, dat daar misschien wel ontwikkeling in zit. Het door Sinservatie is voorgestelde project kan aan die discussie meer inhoud geven. Mede om die reden heb ik ook ingestemd met het starten van dit pilotproject, dat in eerste instantie gericht moet zijn op het in beeld brengen van alle ins en outs van de voorgestelde activiteiten. Heeft u net ook gezegd, hè? Gewoon laat maar zien, ik geef geen blanco check af, laat maar zien wat jullie hier te bieden hebben. En nu komt die, en dat staat er expliciet bij, en daar willen we toch nog eens even uw reactie hebben in relatie tot wel of niet opgewekte vertrouwen of opgewekte verwachtingen, zegt de heer Remkes, ik heb die instemming gegeven, wetende dat een dergelijk pilot als intentie heeft het daadwerkelijk uitvoeren van de voorgestelde activiteiten. Dus ik begrijp heel goed de vraag van mevrouw Hartje. Ja, nee, ik bedoel, dat was mij natuurlijk de passage waar u aan refereert. Ja. Ik snapte best dat de desbetreffende corporatie niet van plan was om een project in Luik te starten voor het verplaatsen van lucht. Ja. Ik snapte natuurlijk best dat hierachter zat dat men daadwerkelijk wilde gaan bouwen. Alleen wat er in die voorgaande passage staat, dat is dat de staatssecretaris nog wel even de overtuiging moet krijgen dat het risico op het weglekken van maatschappelijk kapitaal zeer overzichtelijk zou zijn, dat de staatssecretaris ook nog even de overtuiging linksom of rechtsom zou moeten krijgen dat zich dit met regelgeving verdraagt. Maar dat de intentie bij de corporatie was dat men daar in de huisvestingssfeer een aantal dingen wilde gaan doen, dat is mij duidelijk. Maar ik heb zojuist gerefereerd aan een document wat in maart werd toegestuurd. Daar werd dat waren allemaal vage verhalen. Dat waren hele vage verhalen waar je van alles en nog wat mee kon en waar je nauwelijks enig handvat aan had. Daar kon ik dus niks mee. Nee, ze konden u niet overtuigen? Nee. Met dat document in ieder geval niet. Oké, helder. Mevrouw Hasje, u vervolgt. Als het gaat om nevenactiviteit, dan blijkt toch wel in de praktijk dat het niet altijd eenvoudig is om ze te beoordelen. We hebben net twee voorbeelden behandeld, OBBO en Servatius. Toch besluit u vooruitlopend op de inwerkingtreding van de woonwet om nevenactiviteiten toe te laten, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. En u legt dit in 1999 vast in een circulaire. Waarom wilde u nevenactiviteiten toelaten nog voordat de woonwet er was? Om lokaal maatwerk mogelijk te maken. Eerder op vragen van collega Groot gaf u aan, en volgens mij werd toen de motie Hofstra en Duivenstein aangehaald. In ieder geval, uw reactie was daarop, ik wil niet vooruitlopen op de woonwet. In dit geval doet u dat wel. Zit daar inconsistentie in? Of? Nee, dit was want die circulaire dateert uit 1999. Ja. Toen was er nog niet echt zicht op het product woonwet. Toen werd er nog gesleuteld aan de nota. Terwijl je tegelijkertijd waren er wel een aantal vragen van corporaties en de spelregels die daarvoor golden, namelijk het melden van nevenactiviteiten, die waren ook duidelijk. Uit ons onderzoek blijkt dus dat de woonwet er wel zat aan te komen, maar u geeft aan vanwege het lokale maatwerk, of zoals u dat noemt. De woonwet zat er wel aan te komen, ja. En die is ook in de nota aangekondigd, maar Er waren nog geen wetsteksten beschikbaar in 1999. Daar wilde u niet op wachten. U gaf aan, voor nevenactiviteiten wilde u al wel ruimte geven. U verruimt ook de mogelijkheden voor verbindingen, dus het oprichten van of deelnemen in andere rechtspersonen door corporaties.
Het Centraal Fonds brengt in 2001 een rapport uit waarin wordt aangegeven dat rond de informatievoorziening nog veel moet verbeteren. Was dat voor u geen aanleiding om die verbindingen niet toe te staan? Nee, want een verbinding kan een hele reële mogelijkheid zijn om op een verantwoorde manier nevenactiviteiten in onder te brengen. Je moet dat wel doen langs de lijn van dezelfde spelregels. Er gold één adagium toen, zo moeder, zo dochter. En dat betekent dat de dochter aan dezelfde randvoorwaarden moest voldoen als de corporatie zelf. Een punt van aandacht bij verbindingen is wel dat de toezichthouder, of dat nou om de externe toezichthouder gaat of om de interne toezichthouder, wel moet zorgen dat de activiteiten in de verbinding of ook voldoende getoetst kunnen worden. Wat heeft u met het rapport van het Centraal Fonds gedaan? Dat herinner ik mij in ieder geval op dit moment niet meer. U herinnert zich wel het rapport? Er kwamen wel eens signalen van het Centraal Fonds, maar dit concrete rapport herinner ik mij niet meer. Al snel blijkt dat de circulaire uit 1999 over nevenactiviteit dus niet voldoende houvast biedt. En in een debat 19 maart 2001 zegt u, en ik citeer: het is niet de bedoeling dat een corporatie een potentieel industrieterrein koopt, want dat valt buiten haar kerntaak. Een corporatie kan dus ook niet risicovol beleggen. Einde citaat. Daaropvolgend zegt u, en dan ga ik dat weer citeren: ik zou deze Kamer wel eens willen horen als een corporatie die substantieel de grondmarkt is opgegaan, een enorme zeepert heeft gehaald omdat de grondmarkt in elkaar is gedonderd. Volgens mij heb ik een redelijk vooruitziende blik gehad toen. Profetische woorden zou ik bijna willen zeggen. Maar zette u niet juist die deur open met toelaten van nevenactiviteiten? Ja, de deur open voor nevenactiviteiten, maar hier geldt dat de nevenactiviteit niet bestaat. En ik noem natuurlijk ook niet voor niks in zo'n Kamerdebat dit soort voorbeelden, om ook duidelijk te maken van waar in ieder geval de grenzen liggen. Wat niet kan en wat eventueel wel kan. Maar de vraag die bij deze commissie blijft liggen is: als u dat soort woorden gebruikt in de Kamer, bijna profetische woorden, dus u ziet de risico's. Tuurlijk. Hoe moeten we dat rijmen met de stap die u als staatssecretaris heeft gezet om wel die deur open te zetten om nevenactiviteiten toe te laten? Nee, maar ik geef u net aan dat je kunt de mogelijkheid creëren om corporaties in de gelegenheid te stellen. En ik vind dat nog steeds verstandig om op de lokale werkvloer een aantal dingen te kunnen doen. Je moet niet de illusie hebben dat je vanuit hier de ivoren toren van het departement, dat je in alle opzichten de werkelijkheid op de werkvloer beheerst. Dus daar dient enige ruimte te zijn. Terwijl het tegelijkertijd duidelijk maakt van wat de sfeer en de geest is van waaruit ik die mogelijkheid creëer en welke grenzen er dus ook zijn. Dus ik ben ook blij dat u dat citaat tevoorschijn tovert om duidelijk te maken dat ik daar destijds ook vrij duidelijk over geweest ben. U brengt een tweede circulaire regelgeving uit over nevenactiviteit in 2001. En daarbij neemt u een lijst op met allerlei voorbeelden van wat wel en wat niet mag. Welk effect had dat op de aanvragen van de corporaties? Weet u dat nog? En wanneer is die lijst? 2001. Mij staat niet precies bij welk effect dat heeft gehad. Maar heeft u gemerkt dat de grenzen werden opgezocht door corporaties? Ik heb zojuist het voorbeeld genoemd van makelaarsactiviteit. En dat is een discussie die toen gevoerd werd. En u hebt een aantal andere voorbeelden genoemd van discussies die toen liepen. Ik heb niet echt het beeld dat corporaties toen massief en massaal grenzen van het toelaatbare aan het opzoeken waren, zoals ze die later wel hebben gezien. Maar in uw periode had u dat niet? Ja, dat zal ongetwijfeld ook wel eens zijn gebeurd. Maar dat was volgens mij niet massief en massaal aan de orde.
De eerder genoemde toetsgroep op een ministerie die bracht advies uit over meldingen voor nevenactiviteit. En al snel wordt duidelijk dat niet alle nevenactiviteiten worden gemeld. De Rekenkamer bevestigt dit ook in haar recente rapport. Was u dat bekend, dat die meldingen dus niet bij uw ministerie binnenkwamen? Nou, exacte gevallen van meldingen die niet gedaan werden. Ik denk dat daar in een enkele circulaire wel eens een opmerking over gemaakt is, zonder dat ik nou concreet het voorbeeld, de voorbeelden op het netvlies heb. Maar en dan werd er dus ook iets aan gedaan. Dan werd er gezegd, je moet het melden en of je moet het afstoten. Ik heb niet, en dat geldt voor vele terreinen in het leven, niet de illusie dat het departement altijd alles weet. Gaat het niet om of ze alles weten? Ik weet niet of u de verhoren heeft gevolgd met de ambtenaren van het ministerie die wij vorige week hebben gehad. Ik heb ze niet letterlijk gevolgd, maar ik word redelijk goed op de hoogte gehouden van wat hier aan de orde komt en wat niet. Ja, maar tijdens de verhoren kwam dus naar voren dat in ieder geval de ambtenaren vanuit het ministerie, dus via de media of de jaarverslagen, maar vaak dus ook vanuit de media, pas zagen dat er bepaalde activiteiten bij corporaties gaande waren die gemeld hadden moeten worden. Nee, maar herkent dat is ook u dat uit uw periode? Nee, maar dat is ook de reden. En wat ik herken, dat heb ik u net aangegeven, dat als dat zo was, dan werd dat natuurlijk in een circulaire of in een brief, in de oordeelsbrief, werd dat gesignaleerd. Mm-hmm. Dan werd daar iets over gezegd en dan werd er vanuit de inspectie daarover contact opgenomen met de corporatie. Wat vond u, dus niet met de kennis van u, maar toen de tijd, van de toezicht achteraf wat het ministerie deed? En veelal dus vanuit de media. Ja, dat is volgens mij verschoven in 19, nog onder verantwoordelijkheid, denk ik, van mijn voorganger. Maar ik doe het nu even uit mijn hoofd, dat het preventief toezicht uitsluitend bleef bestaan voor de verkoop van woningen. Ik dacht dat dat toen een wijziging is geweest. En natuurlijk de gewone nevenactiviteiten. Maar met name, er heeft toen een verschuiving plaatsgevonden. Maar men moest de verkoop van woningen moest men nog wel melden. Dat is op zichzelf ook verklaarbaar, want dat raakt natuurlijk aan het bezit als zodanig. Maar daar is, denk ik, in het totale verhaal van het gewijzigde toezicht, wat in 2007, 2008, nee, 97, 98 is gewijzigd, en was dit daar toen ook onderdeel van. Maar het melden van nevenactiviteit, want daar hebben nee, we het nu over. Nee, het melden van nevenactiviteit. Dat moest gewoon gebeuren. Ik bedoel, dat moest gewoon gebeuren, maar ja. Had u in uw periode als staatssecretaris, doordat die meldingen dus niet binnenkwamen, vond u ook dat het toezicht van het ministerie achteraf, zoals dat dus gebeurde, voldoende was? Nee, ik wist wel dat er zo af en toe door de inspectie bepaalde dingen in de pers werden gesignaleerd, dat er bij de beoordeling van jaarstukken bepaalde dingen werden gesignaleerd. Met dat laatste is overigens niks mis, want dan staat het gewoon regulier in de openbare jaarstukken. En dat is een van de instrumenten van de inspectie om toezicht te houden. Maar er was voor u dus geen aanleiding om de toezicht op het ministerie aan te passen? Ik heb begrepen dat het beeld dat er nu door de en bij die toezichthouder daar op het ministerie van INM, dat er nog 10 functionarissen waren die of nog 10 functionarissen zijn die met het toezicht zijn belast. Dat beeld herken ik uit die periode niet. Dus volgens mij gebeurde er in toezichtstermen datgene wat nodig was, met dien verstande de opmerking die ik eerder heb gemaakt over afvinkachtig toezicht en de toezichtscultuur in ons land in zijn algemeenheid. Ja, in zijn algemeenheid, maar ik vind het juist interessant om te horen of u dat afvinktoezicht ook zelf ervaren toen u staatssecretaris was. Nee, ik zal u zeggen dat ik dat
met name heb ervaren als leidend voorwerp. En daar bedoelt u mee dat u het heeft ondergaan, maar dat u er niets mee heeft gedaan? Ik ben zelf vanaf 2007 voorzitter van de Raad van Commissarissen van een corporatie geweest. Dus ik zag de brieven en ik zag ook ongeveer wel hoe dat werkte. Uit ons onderzoek, meneer Remkes, blijkt dat de grenzen van de voorwaarden voor nevenactiviteiten, die in de circulaire uit 2001 golden, dat die soms verschoven. Heeft u dat? Kunt u zich dat herinneren, dat er voorbeelden langskwamen bij die grenzen aan het verschuiven waren? Ik wil u best helpen met een voorbeeld, bijvoorbeeld de stichtingskosten. Daar waren heldere regels voor, maar in de praktijk ging het ministerie daar toch soepeler mee om, in mijn eigen woorden. Oh, dat zou met de stichtingskosten best eens het geval geweest kunnen zijn, omdat de bouwmarkt natuurlijk ook fluctueerde. Maar dat vind ik overigens, als het gaat om stichtingskosten en dergelijke, dan is dat niet een discussie over nevenactiviteit. Maar als we het hebben over die stichtingskosten, laat ik een duidelijk voorbeeld ten aanzien van die stichtingskosten dan aanhalen. Daar was in eerste instantie was daar vooraf toestemming voor nodig, als het ging om het overschrijden van de kosten. En dat is later door het ministerie veranderd in niet meer vooraf, dat doen we wel achteraf. Dat is een voorbeeld van waarop grenzen toch iets soepeler worden gehanteerd. Zo kunt u dat ook zien. Vond u dat terecht? Dat zal ik niet ontkennen. En dat had ook wel iets te maken met de notie dat dit niet een discussie over nevenactiviteiten was, maar dat dit raakte gewoon aan de normale kernactiviteiten van de corporatie. Maar het is wel een voorbeeld waarin er eigen regels soepeler worden gehanteerd. Ja, wat vond u daarvan toen de tijd? Nou ja, ik bedoel, als ik daar niet voor was geweest, dan had ik dat omgedraaid. U kunt dus de conclusie trekken dat ik dit geen probleem vond. Geen probleem. Dit is slechts een voorbeeld. Als we kijken naar de evaluatie van de nota Heerma, daarin merkte u op dat sommige corporaties zich als het ware loszingen van hun oorspronkelijke en statutaire doelstellingen. Aan de andere kant heeft u zelf het werkveld verruimd, ook als we het hebben over nevenactiviteiten. Is hiermee niet de kiem gelegd voor toch wel de bakels die we later hebben gezien als het gaat om nevenactiviteiten door corporaties? Ik vind het heel moeilijk om daar een oorzakelijk verband in te construeren. Ik heb u... We hebben eerder gesproken, laat ik het zo maar formuleren, over de activiteiten die ik ontplooit heb als staatssecretaris op weg naar wetgeving. En dat was er nou precies voor bedoeld, om duidelijk te maken wat wel kon en wat niet kan. En ik heb ook geconstateerd dat er de afgelopen jaren permanente discussies zijn geweest in Den Haag over wettelijke regels en over toezicht, en dat het heel lang is uitgebleven, laat ik het maar vriendelijk formuleren, dat er concrete resultaten kwamen. En ik heb ook natuurlijk wel, want dat dringt dan ook nog weer eens even tot je door, en dat is volgens mij ook wel wat hier met zoveel woorden door sommigen gezegd is, het aantal bewindspersonen de afgelopen jaren is wel heel groot geweest. En het onvermogen om regelgeving tot stand te brengen in die politieke turbulentie, die was navenant zonder dat je dat aan individuen toe kunt schrijven. Het is het totale politieke beeld, denk ik. Ja, het is een helder punt als het heeft over de wisselingen van bewindspersonen, maar mijn vraag is, en ik zal iets anders formuleren. U stond in uw periode nevenactiviteiten toe, weliswaar onder voorwaarden, maar u deed daarmee wel die deur openzetten, zodat corporaties met die allerhande activiteiten aan de slag gingen. Herkent u dat? Het waren nevenactiviteiten causaal en strak gerelateerd aan de hoofdtaak. Dat was het. Als u mij vraagt om nou eens op een incident in te zoomen
Herken je dat een gevolg van dat beleid geweest is dat dat schip daar in Rotterdam gekocht werd, dan is het antwoord nee. Maar als we dus uit die specifieke casus uitzoomen en naar het geheel kijken, ziet u het dan wel? Ik kan ook wel een paar andere voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld die campers in... U hoeft de voorbeelden niet te noemen, het gaat mij om... Nee, maar u stelt mij de vraag in algemene termen en ik probeer een wat concreet antwoord te geven. Ja, maar uw concreet antwoord is dat als u inzoomt op de verschillende casussen, dat u zegt, dan ziet u geen oorzakelijk verband. Nee. En daarom is mijn vraag een niveau hoger als het gaat om, ziet u ook dat u in die periode die deur open heeft gezet? Nee? Nee, ik zet nooit de deur open. Ik zet nooit de deur volledig open. Er zijn een aantal activiteiten onder mijn verantwoordelijkheid toegestaan, waar ik nu nog weer exact hetzelfde mee zou doen. En daar waren destijds ook hele goede overwegingen voor. En u vraagt mij in feite naar het oorzakelijke verband tussen dat en tussen de incidenten die er waren. Dat oorzakelijke verband is er wat mij betreft niet. Ja, u zegt niet volledig de deur opengezet, maar wel op een kiertje. Ja. Voorzitter. Dank mevrouw Hashi. We gaan naar de woonwet. Het woord is aan de heer Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even op het voorgaande betrekking hebben de grens voor de stichtingskosten wat losgelaten. Maar ja, dat leidt er wel toe dat er aanvragen komen voor de bouw van woningen door woningcorporaties met stichtingskosten van 650 tot 850.000 gulden in die tijd nog. En dat wordt dan... Dat mag dan en er is alleen verantwoording achteraf. Is dat dan toch ook niet weer een voorbeeld van dat grenzen worden opgezocht zodra ze worden verijmd? U stelde mij volgens mij eerder de vraag naar de inzakkende bouwproductie. En ik heb daar eerder ook van gezegd, misschien had dat ook wel iets te maken met wet en regelgeving. En dus dan met het oog op de bouwproductie worden dan de criteria versoepeld. Kijk, het is natuurlijk ook je verantwoordelijkheid om... die sector kwam, laat ik het zo maar zeggen, kwam uit een heel strak gereguleerde situatie. Ik geloof dat de heer Moerkamp hier gezegd heeft dat voor de hoogte van het aanrecht door het departement toestemming gegeven moest worden. De zaak is verzelfstandigd. En dan signaleer je, en dat is het dilemma waar je ook in zit, dan signaleer je dat daarmee risico's geïntroduceerd worden vanwege het ontbreken van dat debat over welk publiek nut dienen de corporaties nou nog te dienen. En je kijkt... Vanuit jouw verantwoordelijkheid kijk je ook naar de regelgeving die er nog wel is. En als er in die discussie een tendens waargenomen zou zijn van een permanente oprekking van stichtingskosten, ja, als je dat waarneemt, dan is op een gegeven ogenblik het moment ook daar om te zeggen van, daar moeten we eens even over praten. Dat is volgens mij niet waargenomen. Ja, maar we zien wel dat er aanvragen komen om woningen te bouwen van 800, ja, zoveel duizend gulden. Maar dat, ja, maar als je kijkt naar de integratie, en dat is een discussie die nu nog loopt. Door woningcorporaties. Ja, maar als je kijkt naar de invulling op het terrein van de stedelijke herstructurering. En je kijkt naar het maatschappelijke debat over gemengde wijken. Om misschien iets meer differentiatie in een bepaalde wijk aan te brengen. Dan is vanuit een insteek van integrale gebiedsontwikkeling dat dus een hele maatschappelijk gewenste ontwikkeling. En dan is het ook nodig om eens even te kijken naar de regelgeving die daarmee samenhangt. En dat is dus ook precies wat er gebeurd is. En
als u de novelle van minister Blok leest, dan is daar exact in terug te vinden dat die discussie nu in feite nog exact hetzelfde is als toen. En dat de uitzonderingsclausules die daarin staan ook alles te maken hebben met dat type noties. En dat was toen de discussie natuurlijk ook. Maar daar zit volgens mij niet de kern van waartoe ooit het initiatief genomen is voor deze parlementaire enquêtecommissie. Ja. Goed, we gaan naar de woonwet. Die is in begin 2002 ingediend. Waarom zo laat? Omdat daaraan vooraf ging de nota, want je moet toch eerst even met elkaar op de rij zetten van waar je beleidsmatig naartoe wilt, alvorens je toekomt aan het wettelijk vastleggen. Dus alles in de goede volgorde. En de Kamer heeft natuurlijk toen ook uitvoerig over de nota gedebatteerd. Ook dat Kamerdebat heb je op zichzelf natuurlijk nodig om te weten van welke kant wil de Kamer op. Nou, daar trek je dan vervolgens conclusies uit. En ik weet wel dat destijds de medewerkers onder stoom en kokend water de conceptwet hebben geproduceerd. Ja, je ziet toch dat het tempo omlaag gaat. Want als je vergelijkt in de tijd van Heer, maar die treedt aan, die komt binnen een jaar met de nota en verandert het BSA. Die doorlooptijden waren toen veel korter. Maar even over de inhoud van de woonwet. Ja, die valt. Hij is nooit, heeft hij de Tweede Kamer bereikt, want hij gaat eerst naar de Raad van State. En die heeft hele grote kritiek op die wet. Die noemt het een te centralistische wet, planhiërarchie, dat soort termen vallen. Wat vindt u daarvan? Er was vanuit de Raad van State wetstechnische kritiek. Nou, dat was in een groot aantal opzichten was daar wel aan tegemoet gekomen geweest, denk ik. De belangrijkste kritiek van de Raad van State was inhoudelijk kritiek onder het motto van deze staatssecretaris wil weer terug naar de situatie van voor de verzelfstandiging. Dat staat ook in een wat schril licht ten opzichte van de vragen die zojuist gesteld werden. Want het verwijt van de Raad van State was de staatssecretaris die wil de zaak weer veel te veel begrenzen. Dat was een inhoudelijk politiek oordeel van de Raad van State, naar mijn opvatting. Dat mag. Daar is helemaal niks mis mee. Ja, is dat wel de taak van de Raad van State om politiek advies te geven? Natuurlijk, de Raad van State heeft de verantwoordelijkheid om wetgeving integraal te beoordelen. Dus dat mag men doen. En als de Kamer dat anders wil, dan moet... Maar dat is wat anders dan een politiek advies geven. Nee, maar als de Kamer dat anders wil, dan moet de Kamer de wet op de Raad van State aanpassen. Dus de Raad van State heeft de ruimte om dit te doen. En ik schrok er ook niet van. Alleen ik was het ermee oneens. Maar u zegt, het is vaak uitgelegd van, nou, die kritiek was zo vernietigend, die wet rammelde aan alle kanten. Maar u zegt, daar was een mouw aan te passen als het gaat om wetstechniek. De wetstechniek, daar was aan tegemoet gekomen geweest. Dat was geen probleem. Dus als het u nog gegeven was om te blijven zitten, had u die wet met enige aanpassingen gewoon door de Tweede Kamer geloodst? Ja, dat hangt natuurlijk altijd van de coalitie af. Natuurlijk. Die er zit. Natuurlijk. Maar als daar dezelfde coalitie nog had gezeten, dan was mij dat gelukt. Het kabinet viel en er kwam een volgend kabinet, het kabinet de Balkenende 1 en 2. Daarin zit ook de VVD en daarin komen opnieuw VVD-bewindslieden op volkshuisvesting. Eerst de heer Kamp en daarna de mevrouw Dekker. Hebt u nog met
uw opvolgers over die woonwet gesproken? Nou, officieel in de ministerraad volgens mij nooit, maar ik heb... Ja, of in partijverband, informeel? Ik heb mij nou ook niet echt in partijverband, maar natuurlijk kom je elkaar wel eens tegen. Ik heb Henk Kamp, maar die heeft natuurlijk niet zo lang op het departement gezeten. Dus ik heb daarna waargenomen, en daar in de marge van een vergadering ook wel eens over gepraat, dat mevrouw Dekker dit proces niet voort zou zetten. En daar lag natuurlijk inmiddels ook een ander regeerakkoord. En dat andere regeerakkoord zei volgens mij iets over terughoudendheid bij wetgeving. Daar zal ongetwijfeld politiek ook een rol gespeeld hebben. Maar dat heeft zich in zekere mate aan mijn waarneming ontrokken, maar dat het CDA, daar hebben we het eerder over gehad, natuurlijk nogal het maatschappelijk middenveld en het zelfstandig kunnen functioneren van het maatschappelijk middenveld nogal een groot goed vond. Maar dat blijft een bewindsman en een vrouw van uw kleur zitten. Ik vind u zo laconiek, Elf, want u hebt 4 jaar lang hebt u nagedacht over de ordening in de volkshuisvesting. En dan ga je toch bij uw opvolger, ga je dan toch zeggen, nou, voer die woonwet in of iets wat erop lijkt. Maar collega Dekker heeft volgens mij wel steeds van mij geweten wat ik ervan vond, hoor. Alleen, zij dacht er anders over. Ja, in de politieke context van toen. Ander kabinet. En je moet één ding niet doen. Je moet je altijd een zekere terughoudendheid innemen ten opzichte van het werk van je opvolger. Ik bedoel, je moet je opvolger... Ik zou het ook heel vervelend hebben gevonden als ik bij wijze van spreken als minister van Binnenlandse Zaken voortdurend nog aangesproken werd door mijn voorganger van zus en zo en dat en dat moet je doen. Dat moet je niet doen. Wil je wat zakelijke verhoudingen houden. En dat wil niet zeggen dat je niet natuurlijk nog met een bijzondere belangstelling kijkt en een aantal dingen volgt. Maar dat ben ik de afgelopen jaren, als het gaat om de onderwerpen die hier nu aan de orde zijn, dat ben ik de afgelopen jaren ook wel blijven doen. Maar ik mag dus concluderen, het was een andere kleur van het kabinet. En er waren andere ideologische overwegingen die maakten dat de woonwet geen doorgang kon vinden. Ja, en wat volgens mij, maar dat moet u aan mevrouw Dekker vragen. En wat volgens mij ook een rol gespeeld heeft, dat is die afspraak in het regeerakkoord. Terughoudendheid met nieuwe complexen van wetgeving. Nou, dit was voor het kabinet op zichzelf een nieuw complex van wetgeving. Ja, u doet er toch nogal laconiek over. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met staatssecretaris Heerma, die eet af en die zit dan op de voorste bankjes van de Tweede Kamer om te zien, terwijl hij in de oppositie zit, dat zijn beuteringswet er nog doorkomt. Dat is een heel andere houding. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar ik kan als minister van Binnenlandse Zaken toch niet bij de Kamerdebatten over het onderwerp Vrom gaan zitten? Nee, dat begrijp ik. Maar u kunt wel uw hele probleemanalyse en de noodzaak omdat die sector toch wat meer wordt gestuurd, kunt u toch overbrengen? Ik heb u net gezegd, het spijt mij, ik had deze klus graag af willen maken. En zo zit ik erin. Dus het jammer tot op de dag van vandaag dat die woonwet is gesteld. Ja, en tegelijkertijd constateer ik nu dat in ieder geval een aantal richtingen, hè, die toen in de woonwet zaten, die worden in het wetgevingscomplex van minister Blok, daar zit wel dezelfde richting in. Dus
Ik heb dat, en daar kun je op onderdelen kun je daar discussie over voeren, want er zitten ook wel een paar dingen in waarvan ik denk, nou ja, of dat allemaal, ik heb volgens mij ook een paar voorbeelden genoemd, of dat allemaal wel op die manier moet, daar kun je vraagtekens bij hebben, maar de richting die ingeslagen wordt, is volgens mij goed. En ik heb natuurlijk ook wel gezien dat er allerlei discussies zijn. Begrijpelijk. Maar loopt de minister niet te veel vooruit op het werk van onze commissie? Nou, de minister heeft maar één ding te doen. Die heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en dat is acteren. En dat moet de Kamer ook doen. En dan komen op een gegeven ogenblik een aantal lijntjes wel bij elkaar. Dat is al, huiselijk gezegd, u baalt ervan dat na uw aftreden het beleid weer de hele andere kant op ging. Ja, antwoord ja. Dank u wel. Dank u, meneer Groot. Dan gaan we nog een keer naar mevrouw Hashi. Meneer Remkes, na het stranden van uw woonwet heeft er tot op heden geen grote wijziging van wet of regelgeving voor corporaties plaatsgevonden, afgezien van de herzieningswet en novellen die nu voorliggen. Er is dus in die tussenliggende periode geen bewindspersoon geweest zover die met een wetsvoorstel is gekomen, zoals u dat deed met de woonwet. Waardoor komt dat volgens u? Volgens mij heb ik de belangrijkste oorzaak net al aangegeven. Er zijn veel te veel verkiezingen geweest, mevrouw. De dat is toch niet mijn schuld, meneer Remkes? U zegt de afgelopen 10, 14 jaar. En wij moeten in dit land af van het kennelijk ingeslepen gebruik dat als een kabinet niet meer met elkaar door één deur kan, dat er dan automatisch verkiezingen gehouden worden. Dus het komt door de verkiezingen? Dat de ministers dit niet... Ik heb zojuist gezegd, we hebben... Hoeveel? De afgelopen 10, 14 jaar zijn er natuurlijk eindeloos veel bewindspersonen geweest. En nu ondergebracht bij Binnenlandse Zaken. Dat bevordert het ontwikkelen van een wat meer consistente lijn niet. En wat volgens mij, wat voor de toekomst ook van buitengewoon groot belang is, dat is van belang naar de samenleving toe, dat is van belang ook naar die corporatiesector toe, dat is dat er nu een verhaal op tafel gelegd wordt waar we voorlopig eens even niks meer aan doen. Want iedereen heeft volgens mij behoefte aan een consistente lijn van het kabinet. Want de ene keer was een BTW-heffing, de andere keer was er een huurdersheffing. Volgens mij heeft de sector behoefte aan een zekere mate van rust, consistentie en stabiliteit. Ja, ik hoop dat uw werkzaamheden daar ook aan bijdragen. Ja, u was na staatssecretaris Tommel inderdaad een langstzittende bewindspersoon op dit dossier, bijna 4 jaar. Als u nu kijkt naar de huidige discussies als het gaat om de incidenten in de sector, zou u dan zeggen dat u met uw ontwerp woonwet op de goede weg zat? Ja, dat denk ik wel. En je kunt over bepaalde formuleringen kun je altijd en bepaalde mechanismen kun je altijd discussiëren. Maar wat mij betreft was de richting helder en dat is ook de reden waarom ik zojuist aangegeven heb dat ik herken de richting van minister Blok ook wel in de novelle zoals die nu is neergelegd. En laat ik er nog één ding bij zeggen. Want ik heb in het voorgesprek heb ik daar ook iets over gezegd. Ik heb niet de illusie dat wet en regelgeving in alle opzichten slecht gedrag kan voorkomen. Je hebt op een gegeven ogenblik de groeit er in een bepaalde sector ook een cultuur waardoor incidenten, zoals we hebben gezien, mogelijk worden. Dat ondervang je niet uitsluitend bij wetgeving. Daar zul je heel veel voor de boer op moeten. Daar zul je heel scherp, ook in de richting van de sector zelf, dat indringend tussen de oren moeten krijgen. Volgens mij is er, als ik zo door de oogharen een aantal dingen waarneem,
dan is er de afgelopen paar jaar al wel, ja, het zou schandalig zijn als dat als gevolg van die incidenten anders zou zijn, is er al wel het een en ander veranderd. Maar heb niet de illusie dat wetgeving het uitsluitende instrument is om dit te voorkomen. Je hebt het nodig. Het kan ook belangrijk zijn uit een oogpunt van handhaving. Maar heb niet de illusie dat je ieder ongeluk daarmee ook tot het verleden hebt verklaard. De punten die u eerder ook aanhaalde, nog los van uw opmerking dat je met wetgeving problemen niet kunt voorkomen, vat ik het maar samen. Kwam u tot dat inzicht met de kennis van nu of had u dat inzicht eerder? Ik heb altijd, en dan praat ik niet alleen over deze sector, maar dan praat ik over de samenleving en de regelgeving in zijn algemeenheid. Heb ik niet de illusie dat hier via wetgeving vanuit de Haagse commandotoren de samenleving te beheersen valt. En als we het hebben over de woonwet, zijn er nog zaken waarvan u zegt die zijn nu nog steeds nodig of niet meer nodig? Zijn er nog punten die u wilt aandragen? Nou, een aantal zaken die gaat zij op een wat andere manier, maar die gaat minister Blok, en de Kamer zal dat ongetwijfeld in behandeling nemen, stelt minister Blok voor om nu in de novelle te regelen. En als ik heb volgens mij zojuist al een aandachtspunt genoemd waar de Kamer nog eens goed naar zou moeten kijken. Dat is het mechanisme wat nu wordt voorgesteld tussen gemeente en corporatie. En een punt waar de Kamer, waar misschien nog eens wat nader bij stilgestaan zou moeten worden. Dat is bij de indringendheid van het toezicht, maar dat is ook bij de positie van het WSW. Er is hier, ik weet niet meer door wie, maar er is hier, dacht ik, gezegd, in feite is het WSW gewoon een verzekering. Dat is een iets te simpele voorstelling van zaken, want dan was het wel een verzekering met een 100% achtervang door gemeenten en Rijk. En er is geen verzekeringsmaatschappij die dat heeft. En bovendien is het een verzekering die wat merkwaardig uitpakt. Waarbij op het moment dat er een hele hoge rekening is, zoals bij Vestia het geval was, dat dan alle collega's in de sector als gevolg van dat incident de rekening krijgen. En de vraag die wat mij betreft gesteld zou moeten worden, dat is de vraag: je hebt sinds het ontstaan van WSW, want als volkshuisvestelijk instrument is het destijds volgens mij een goed instrument geweest, heeft er een behoorlijke schaalvergroting in corporatieland plaatsgevonden. En het risico wat ontstaat als er bij een grote, noem het maar even, systeemcorporatie iets gebeurt, dan is dat financiële risico wel erg groot en is het dan nog wel redelijk dat dat risico op de totale sector wordt afgewenteld. En is het niet te gemakkelijk en zit daar ook niet een element in van het mogelijk maken van ongelukken en slecht gedrag? Daar heb ik heb daar niet het ultieme antwoord op. Dat zeg ik ook, maar ik dacht in de aanloop hier naartoe, als er iets is wat ik in ieder geval aan uw commissie mee wil geven, dan is het dit punt. En die doordenking heeft nog volgens mij onvoldoende plaatsgevonden. Dat is een mooi bruggetje naar onze slotopmerkingen. Dus ik ga nog even naar collega Groot. Ja, voorzitter, dat was nog even blijven liggen. Die motie van Hofstra en Duivenstein is inderdaad in 2001 ingediend. Dan zult u zeggen, nou, dat is al... Dat loopt al richting 2002 als de woonwet binnenkomt. Maar ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen, de uitbreiding van de babyzaam met wonen en zorg vindt ook plaats in 2001. En ook de MG 2001-26, waarin al die nevenactiviteiten worden mogelijk gemaakt, die wordt ook pas in 2001 ingevoerd. Daar had u ook bij kunnen zeggen van, nou, dat kan wel wachten tot de woonwet. Ja, maar de MG-procedure. Dus blijkbaar geeft u meer voorrang aan het verbreden
van nevenactiviteiten boven het kleine maken van de sector, wat eigenlijk uw beleidsvoorkeur is, waardoor u precies het omgekeerde bereikt wat u voor ogen had. Kijk, als ik politiek had willen scoren, om het zomaar even uit te drukken, dan had ik dit in de lagere regelgeving geregeld. Want ik bedoel, dat was... En dat hebt u met wonen en zorg ook gedaan, in BBSH. Nee, maar de verkoop van corporatiewoningen was natuurlijk een van de handelsmerken van Remkes. En tegelijkertijd in de sector een belangrijke steen des aanstoots. De aanpassing van de MG-circulaire, dat is procedureel heel gemakkelijk. Dat kun je vrij simpel doen. De aanpassing van het BBSH in termen van wonen en zorg, dat was natuurlijk voorbereid en dat trad in werking in 2001. Als ik in 2001 als reactie op die motie het BBSH nog een keer in een procedurewijziging had voorgesteld, dan waren we ruim in 2002 geweest. Want dat kost ook tijd. Dus dat zal daar ongetwijfeld mee te maken hebben. Plus het feit, en dat gaf ik u zojuist aan, je kunt een motie ook op de geest van een motie ook uitvoeren door gewoon de boer op te gaan. Maar ik hoor ook zeggen dat zoveel onrust hebben betekend in corporatieland. Ja, en het zou denk ik niet... Ja, maar dat vond ik dan nog wat minder belangrijk, want mijn opvattingen waren volstrekt helder. Maar tegelijkertijd was dit natuurlijk politiek wel een omstreden onderwerp. En ik had mij zomaar voor kunnen stellen, maar ik weet niet of dat destijds een overweging is geweest. Maar als u mij deze vraag zo stelt, dat er vanuit de Kamer, uit een oogpunt van wetgevingstechniek, nogal wat bezwaren waren gekomen. Maar ik probeer mij zo af en toe ook nog eens even in de rol van Kamerlid te verplaatsen. Dat bent u niet meer, dus dat hoeft u ook niet meer. Dank u wel, meneer Groot. Meneer Remkes, wij komen aan het einde van het openbaar verhoor. Ik heb nog wel een vraag voor u, want in de tijd dat u bewindspersoon was op dit hele grote en complexe dossier, constateert onze commissie in ieder geval dat uw departement verantwoordelijk was voor het volkshuisvestelijk toezicht, het rechtmatigheidstoezicht en eindverantwoordelijk was voor het financieel toezicht. Dat klopt, hè? Klopt. Vervolgens zien we ook dat er een meldingsplicht is, een wettelijke meldingsplicht voor corporaties voor die nevenactiviteiten. Daarna zei u een antwoord op vragen van onze commissie, dat er ook jaarverslagen waren en daar werd dat mooi in beschreven en daar kun je ook van alles aan ontlenen. Het jaarverslag uitbrengen is natuurlijk niet hetzelfde als voldoen aan een wettelijke meldingsplicht bij het departement waar dat thuis hoort. Dus mijn vraag nu is, dit kan twee dingen betekenen, want we zien voorbeelden ook in uw tijd van corporaties die dingen niet melden. Het kan twee dingen betekenen, ofwel die corporaties die denken die criteria zijn niet duidelijk, ik denk dat dit geen nevenactiviteit is in de zin van de wettelijke regeling en meldingsplicht, ofwel het ministerie is te slap en slaat niet met die vijvertafel van Njet. Welke van die twee is het nu? Nou, dat is volgens mij, u hebt overigens gelijk dat het verpakt zijn in een jaarverslag iets anders is dan melden. Daar ben ik het mee eens, dat dient men expliciet te doen zonder dat dat onderdeel is van een jaarverslag. Ja. Het departement heeft in een aantal gevallen nee gezegd. Dus in een aantal gevallen is ook in toezichtsbrieven aangegeven, u moet de makelaaractiviteiten afstoten. En dat zal ongetwijfeld bij een enkeling zal ook aan de orde zijn geweest dat gespeeld heeft dat men het niet helemaal duidelijk vond. Dat sluit ik niet uit. Maar er is natuurlijk wel geacteerd. Maar het gaat natuurlijk om de melding vooraf. Hè. Als je achteraf iets constateert, kun je inhoudelijk zeggen dat wat je doet deugt niet en dat mag niet. Maar de meldingsplicht gaat eraan vooraf. En dan had je daar niet aan corporaties, had u daar niet corporaties al op moeten aanspreken. Nee, maar die meldingen die kwamen vervolgens in de toetsgroep. Dus dat gaat om gevallen die wel gemeld werden. En daar werd vervolgens een beoordeling aan gegeven. En dat dient, daar ben ik het mee eens, vooraf te gebeuren. Ik dank u, ik sluit deze vergadering.